Goedenavond. Welkom iedereen. Salam alaikum. Mijn naam is Fatih. Ik werk bij Platform Allochtone Jeugdwerkingen hier in Boggeraad. En wij organiseren vandaag in het kader van ons project op zoek naar een gemeenschappelijke identiteit. Hebben wij ook een verkiezingsluik. En deze activiteit past in ons verkiezingsluik. En het is een begin van een reeks van twee debatten. Vandaag doen wij het islamdebat. En volgende week, 14 mei, op dezelfde plaats, dezelfde tijd, doen wij het neutraliteitsdebat. Dat daar dus ook bij aansluit. Vandaag is het islamdebat. Ik ga de sprekers zo dadelijk laten voorstellen. Maar ik geef eerst het woord aan de moderator van de avond. Dat is meneer Johnny van Zevenhand. Alsjeblieft. Dank u wel. Goedenavond. Ik ben zeer aangenaam verrast met zo'n ruim publiek hier. We gaan een debat houden van zowat een uur en een kwartier. Daarna kunnen jullie volop vragen stellen. Ik stel eerst de panelleden voor. Ik zou willen beginnen met Khalid El-Jaloufi. El-Jaloufi, ja. Dus Khalid El-Jaloufi, de chef politiek van de Andere Mening, een groep opiniemakers, eigenlijk een intellectueel die de islamdiscussie met ons gaat voeren. Naast hem zit een vertegenwoordiger van Liberalis, Kurt van Espen. Liberalis pleit voor een strikte scheiding tussen kerk, moskee en staat. Zal het seculiere standpunt laten horen. Is ongetwijfeld geen fan van hoofddoeken. De volgende spreker... Hè? Dat zegt u. Wel, u mag mij straks tegenspreken. Hè? De volgende spreker is Sherif al-Malaki, een jonge theoloog van de Arrivalists. Iemand in opleiding. Hij gaat de theologische zienswijze geven. En dan ja, de linkse stem in het panel, professor Patrick Loobuik van de Universiteit van Antwerpen, moraalfilosoof. Dus we gaan de problemen vanuit verschillende hoeken bekijken. Waarover gaan we het hebben? We gaan het eigenlijk vooral hebben over ja, het beeld dat van de islam bestaat, hier in Vlaanderen, ook aangezwengeld door de pers. We gaan het ook hebben over ja, wat gebeurd is in 2001, najaar 2001, 9-11, islamitische radicalen die vliegtuigen in de WTC-torens laten vliegen. Dat heeft gezorgd voor een schokgolf in de westerse wereld. Heeft ook gezorgd voor ja, zware kritiek op de moslimwereld. Maar het is dus al een hele tijd geleden en we kunnen ons natuurlijk afvragen, ja, is daar nog veel van overgebleven? En misschien dan toch eens bij de opiniemakers horen, Khalid El-Jaloufi. Ja, voelt u dat negativisme? Ah, nu gaat de micro wel. Ik hoop dat jullie iets begrepen hebben van wat ik verteld heb. Ja? Voelt u dat negativisme dat ontstaan was door 9-11, dat het dan wegebben is? Zijn de mensen dat aan het vergeten? Nee, eigenlijk totaal niet. Ik merk dat sinds 9-11 dat er een negativiteitsgeest is ontstaan omwille van de aanslagen. En ik merk dat toch wel tot frustraties heeft geleid bij de jongeren. En ik wil eigenlijk vandaag voor het eerst een strikte scheiding introduceren. We hebben te maken met twee generaties. Eigenlijk het pre-9-11 tijdperk. En daar behoren de mensen bij die 25 jaar of ouder zijn. Mm-hmm. Waarom 25 jaar? Omdat dat eigenlijk een leeftijd is, als je 13 jaar terug gaat, die zaten in hun puberteit, dus die hebben de aanslagen eigenlijk bewust meegemaakt. En die hebben zich daarna, jammer genoeg, ideologisch verankerd bij bepaalde strekkingen, dus vooral links georiënteerd. Puur en alleen om het feit omdat ze een apologetische houding en een verkrampte houding hebben aangenomen en een soort houding waarbij ze zichzelf moesten verantwoorden. En dan had je een post-9-11 tijdperk. Dat zijn degenen die op het moment van de aanslagen, bij wijze van spreken, nog rondliepen met een pamper. Of, die het niet bewust hebben meegemaakt. Niet bewust hebben meegemaakt. Daartoe behoor ik. Ik ben nu 20 jaar, dus op het moment van de aanslagen was ik 7 jaar. Dus hetgeen wat ik daarvan had vernomen was hooguit, wauw, dat is erg, een vliegtuig door het gebouw. Dat is al. Maar dus, aan wat merkt u het eigenlijk? En waarom hebben wij 9-11 gekozen als scharniermoment? Omdat sindsdien
is eigenlijk het migratievraagstuk. Want voorheen was er vooral een migratievraagstuk waarbij dat de Marokkaanse en Turkse identiteit in vraag werd gesteld door onder andere de racistische Vlaams blok. En op het moment van de aanslagen van 9-11 was er ineens een kentering. Dus men begon ineens de islam, de religieuze identiteit van die mensen in twijfel te trekken. En de media heeft daar ook op ingespeeld. En moet ik zeggen, die hebben dat toch op zeker ogenblik versterkt. En sindsdien hebben de moslims en niet-moslims, dus eigenlijk de gehele samenleving, in een negatieve tijdsgeest zichzelf doorheen moeten ploeteren door die negatieve perceptie. En vandaag de dag merk ik spijtig genoeg dat het islamdebat nog steeds vervormd is tot een debat waarbij dat moslims zich telkens in het beklaagde bankje begeven. En maar aan wat ziet u dat nog, dat niet weggeëbd is, dat er nog negativisme is? Omdat ik tot nu toe nog altijd geen sereen debat heb gezien waarbij dat die jongeren, dus die post-9-11 generatie, dat die een stem hebben gekregen om hun zienswijze van de islam tentoon te stellen. Dus de zienswijze waar zij achter staan. En ik zie dat er nog altijd geen platform wordt geboden aan die mensen. Men neemt meestal de twee uiterste, omdat dat natuurlijk tot een stijging van de oplage oplevert. Mm-hmm. En dus ik kan daar niet optimistisch in zijn. Jammer genoeg. Misschien eens even wat vragen wat ja. De theoloog ervan denkt. Sherif El Maliki, wat bent u het eens met uw collega? Zeker en vast. Maar ja, de populariteit van Vlaams Belang of Vlaams Blok in die tijd, die waren nogal populair, maar het zwarte schaap in die tijd was vooal Marokkanen en Turken. En 9-11 was de perfect gift voor Vlaams Belang om in feite een nieuwe vijand in feite te creëren. Dus iets dat gemakkelijker is dan twee woorden Marokkaan en Turk is nu moslim gewoon. En dus hebben zij inderdaad gebruik gemaakt van 9-11 en van alle incidenten na 9-11 tot de dag van vandaag, om telkens tegen de mensen te zeggen, tegen de gemeenschap in feite te zeggen, van kijk, al hetgeen dat wij jullie al vertellen sinds de jaren 90, dat is waar, die zijn allemaal gek. En vroeg of laat zullen zij hier ook iets doen. Dus effectief, daar ga ik zeker. Dus u voelt de theorieën van de tikkende tijdbom, dat zijn zo de woorden die dan gebruikt worden, u voelt dat blijft? Het is eerlijk gezegd, ik vind het niet eens waard om het een theorie te noemen. Hè. Het is gewoon absurd om telkens naar het buitenland te gaan kijken, naar evenementen die zich daar plaatsvinden, om dan te zeggen van kijk, wij moeten dit en dat invoeren tegen moslims en tegen islam, omdat in Libië hebben zij zus gedaan en in Boko Haram hebben zij dat gedaan en in Somalië. Binnenkort hier aan de haven moeten we alle boten misschien eens een keer verbergen, want ze biedt gaan ze dat ook beginnen kapen. En dus ik vind dat zelfs geen theorie waard, hè? Want men kijkt telkens naar het buitenland en dan geeft men een definitie aan islam en moslims op basis van hetgeen dat zich in het buitenland bevindt. En als we dan intern gaan kijken in België, dan kijken we naar bepaalde individuen die bepaalde ideeën hebben. En dat wordt dan weer al vergroot en dan zegt men van dit zijn moslims en dit is de islam en dit is hetgeen dat ze hier willen invoeren. Ja, Koert van Espen van Liberalis. Dit is wel ja, heel erg zwartgallig. Geen enkele verbetering sinds 9-11. Voelt u dat ook zo aan? Ik ben toch iets optimistischer. Als liberaal heb ik ook die plicht. Want Popper zei ooit van optimism is a moral duty. Ik vind het uiteraard even verschrikkelijk dat er bepaalde populistische partijen thema's zoals 9-11 kapen om daar dan proberen stemmenwinst mee te halen. Ik denk dat een verfoeilijke praktijk is. En het doet me dan ook enorm plezier als ik zie dat die partij, dat die eigenlijk bij de laatste peilingen gereduceerd is tot een ja, bijna een marginale partij. Anderzijds ben ik het toch niet helemaal eens met u als u zegt dat er geen forum gegeven wordt. Als we vandaag kijken, de fora vandaag spelen zich toch vooral af ook op sociale media en dergelijke. En daar zie ik toch een hele positieve evolutie. Ik zie toch dat er daar heel veel stemmen zijn, dat er ook vaak heel veel ja, soms wat radicalere, maar soms ook heel interessante reacties opkomen. Er wordt heel veel gediscussieerd. Ik vind dat heel positief. Ik heb ook de indruk dat voor een groot stuk via de sociale media dat verschillende gemeenschappen enorm veel van elkaar aan het leren zijn vandaag. Ik heb anderzijds ook de indruk dat er nog altijd wel een verschil is tussen wat er zich afspeelt in de steden en in de
ja, op de parking, zoals we dat hier zeggen in Antwerpen, hè? Dus in de dorpen. Ik heb ergens een beetje het gevoel dat in een stad als Antwerpen, waarbij dat je, of je nu wil of niet, hè, laat me nu even het wat grof stellen, of je nu wil of niet, iedereen wordt met andere gemeenschappen geconfronteerd in Antwerpen. En ik heb de indruk dat dat eigenlijk een positief effect heeft. Als ik kijk naar plaatsen waar dat gemeenschappen nog, laten we zeggen, wat geïsoleerder leven, hè, met name dan in dorpen, daar merk ik dat die mensen zijn precies nog een beetje blijven steken in de gedachten van 20, 30 jaar geleden. Zo van, ja, islam, dat is iets dat we eigenlijk niet goed kennen. En wat wil dat dan zeggen? Mag ik die wel goeiedag zeggen en zo? Allee, dat is zoiets dat nog precies nog zo een beetje leeft. Maar gelukkig is dat denk ik toch bijna volledig voorbij in Antwerpen. Ja, Patrick Loobuik. Ik hoor daar gelachen in de zaal. Dus, Patrick Loobuik, ja, ziet u een evolutie bij de mensen? Wel, ik zou het toch een klein beetje breder willen opentrekken dan alleen 9-11. Natuurlijk is dat een katalysator geweest in de negatieve perceptie en gevoelens ten aanzien van de islam. Maar ik denk toch dat er... 9-11 is een tijd geleden, hè, en we komen inderdaad met nieuwe generaties. Maar het probleem is niet helemaal weg. En het heeft te maken met het feit dat... Met het volgende, denk ik. Hè, en dat is een breder iets dan alleen die 9-11. We zitten hier in een westerse... heel sterk geseculariseerde context. Een geseculariseerde context, dat betekent, heel grof gezegd, we komen uit de jaren 60 hier in Vlaanderen, waar God nog overal was. De kerk had gezag, de priesters hadden gezag, de slimste bollen van het gezin gingen priester worden. God keek overal mee, tot in de slaapkamer. Iedereen luisterde naar de donderpreken, de parochies zorgden voor sociaal weefsel, noem maar op. Dit is helemaal weg. Die samenleving is totaal veranderd. En ik weet wel, er zijn nog een aantal vrijzinnigen die vinden dat religie nog altijd te veel plaats inneemt in onze samenleving. Maar het is goed om ervan bewust te zijn dat wij hier in onze samenleving, België, West-Europa, in een regio leven waar nog in de geschiedenis, nog op een andere plek in de wereld, godsdienst maar zo weinig meer te zeggen heeft. Zowel op individueel vlak voor mensen als in het publieke leven. Er zijn geen voorgaande, we kunnen niet leren uit de geschiedenis, elke andere politieke constellatie voorheen was religie veel pertinenter aanwezig. Ook in andere delen van de wereld, zowel de islam, maar ook de Verenigde Staten enzovoort, is religie veel pertinenter aanwezig. We zitten hier dus in een unieke situatie. We moeten daar leren mee omgaan, dat is al één zaak. Nu, het toeval wel, dat net op dat moment dat wij hier pieken op vlak van secularisatie, eind de jaren 60, begin de jaren 70, er een nieuwe groep binnenkomt, met name de moslims, hè, met in hun rugzakje een serieuze religieuze identiteit, met in hun rugzakje niet de ervaring om met een seculiere context om te gaan, en dat moet wel op de een of andere manier botsen. En dus 9-11 is een negatieve katalysator geweest, maar vergeet niet dat bijvoorbeeld de eerste hoofddoekenkwesties in Frankrijk was al in 89. Dus lang voorheen al had je al de problematiek van de islam en de seculiere West-Europese samenleving. En dat is een probleem, dat is een realiteit waar we met z'n allen moeten leren mee omgaan. De seculiere samenleving, die sommigen invullen als een samenleving die zoveel mogelijk bevolkt wordt door mensen die af zijn van de religie, wat trouwens een foute definitie is van de seculiere samenleving. De seculiere samenleving is een samenleving gebaseerd op godsdienstvrijheid. Niet op atheïsme of zo. Ik verschil daar een beetje van voor Dirk Verhofstadt, met zijn boek Atheïsme als basis voor moraal. Voor mij, de publieke moraal is niet gebaseerd op atheïsme, maar op vrijheid en gelijkheid. En godsdienstvrijheid is daar dus een essentieel onderdeel van. Die seculiere samenleving moet dus leren omgaan met die godsdienstvrijheid. En de moslims, maar ook de katholieken en ook de vrijzinnigen, moeten leren omgaan met die seculiere samenleving. En dat is een zoeken en een trekken en een duwen. En dus, en de hoofddoekenproblematiek is daar een voorbeeld van, dat we niet goed weten altijd hoe we daar moeten mee omgaan. Ik denk toch dat we, een beetje in de lijn van wat u zegt, dat we toch inderdaad vordering maken. En dat we in staat zijn, wat we vanavond aan het doen zijn, is er ook al een voorbeeld van, dat we in staat zijn met een aantal mensen toch, om op een rustige manier, elk vanuit zijn eigen achtergrond, over het samenleven na te denken. En dat samenleven, nogmaals, moet gebaseerd zijn op vrijheid en gelijkheid. En dat is geen gemakkelijke oefening. Je moet daar ook niet naïef in zijn. Misschien nog kort om te eindigen. Ik denk dat de stellingnames rond de islam kunnen
getypeerd worden als... Je hebt een groep die, wat ik noem, islam-pessimist is. Het zijn mensen die denken dat de islam een soort essentialistisch geheel is van allemaal gevaarlijke doctrines en dingen die sowieso haak staan op de Europese cultuur. Die islam-pessimisten betrap je soms ook wel eens op een soort complotdenken. Zij denken dat elke hoofddoek of elke moskee die hier reist een element is van de islamisering van Europa. Ze gaan het hier overnemen. U kent het discours wel. Dat zijn de islam-pessimisten. Je hebt dan de islam-optimisten. Die zeggen, de islam is toch een goede religie, hè? Dat is toch vriendelijk en daar staat ook menslievendheid in en een goede god enzovoort. En rechtvaardigheid, belangrijk concept in de islam. Nu, ikzelf positioneer mij daartussen. Ik ben geen islam-pessimist, ik ben ook geen islam-optimist, ik ben een islam-realist. Dus ik denk, en daar kunnen we straks nog op terugkomen, ik denk dat de islam wel degelijk in staat is, misschien knarsetandend, misschien moeilijk, maar moeilijk gaat ook, om zich compatibel te maken met de uitgangspunten van de westerse samenleving. Daar komen we straks op. Maar tegelijkertijd moeten we ook niet naïef zijn. Er zitten daar een aantal kantjes in, of een aantal groeperingen in, die mogelijk wel ook moeilijkheden veroorzaken. Hè? En daar moeten we alert voor zijn. Ja, Galit. Als je mij toelaat om daar nog even op in te gaan. Ik ben eigenlijk wel heel opgetogen over het feit dat hij... professor Loopbeck eigenlijk streeft naar een seculiere samenleving waar vooral de godsdienstvrijheid en waar gelijkheid centraal staat. En u zegt dat dus de religieuze bagage van die moslims, dat botst met de westerse waarden en normen. Volgens mij staat het dragen van een hoofddoek, dus eender welke kledingdracht, staat dat ook in ons wetboek. Dus... u streeft naar een seculiere samenleving waarbij godsdienstvrijheid centraal staat. Wel, wij streven ook naar gelijkheid, wij streven ook naar godsdienstvrijheid. Dus de islampessimisten die zijn dan vooral, gefocust op de verschillen tussen de moslims en de westerlingen dan. Ze dragen andere kleren, ze hebben andere manier van levensbeleidnis, maar binnen de context van de wet... kan er geen enkel probleem zijn. En ik vind gewoon het feit dat we vandaag de dag een hoofddoekendebat hebben gevoerd, of een neutraliteitsdebat, of wat dan ook, maar ik denk dat we daar nog op gaan terugkomen. We hebben meestal gefocust op de hoofddoek achter een loket, bijvoorbeeld. Maar dat is eigenlijk niet de beweegreden van die acties die daar tegenover staan. Degene die pleiten om een hoofddoek te dragen, die pleiten dat om dat binnen de context van de wet overal te doen. En dat is binnen de schoolmuren, buiten op straat, op de werkvloer. En daarin kunnen we elkaar misschien vinden, in die godsdienstvrijheid. En ik vind als jonge waarnemer, als onderdeel van de 9-11-generatie, want zo noem ik mijn generatie, vooral omdat die aanslagen op 9-11, zoals u zei, een grote katalysator is geweest in de islamofobie die er sindsdien alleen maar is toegenomen. En om die reden ben ik pessimistisch. Omdat als je kijkt naar de realiteit, ik ben ook een islamrealist, ik kijk naar wat er om mij heen plaatsvindt en ik zie alleen maar dat de ene verbod naar de andere wordt ingevoerd op rituele tradities van die moslims die eigenlijk binnen de context van de wet perfect mogelijk zijn. En daar is de hoofddoek één onderdeel van. Dus ik ben niet op alle vlakken pessimistisch. Dus als ik kijk naar het publiek, ik zie een enorm divers publiek, ook heel veel moslims. Het feit dat zij hier zitten, dat heeft ook een bepaalde beweegreden. Ze hebben verzuchtingen die ze eigenlijk bijna nauwelijks in een debat zien op tafel gegooid worden. En vandaag de dag wil ik hier als jongere een nieuwe dimensie aan geven. Ik eis dus een sereen debat op om die optimisme na te streven. En ja, in dat opzicht... Geen wel, Maliki. Ja, nee. Ik ben klaar. Ja, het is de bedoeling dat we niet te veel tijd van elkaar moeten hebben, sorry. Nee, het is, ik wil terugkomen op het feit dat u inderdaad de geschiedenis aanhaalt, de evolutie van, of het einde van de katholieke kerk, als ik het zo mag noemen, of de beweging. Maar er is een Joodse gemeenschap hier aanwezig in België, in Europa, lang aanwezig in. Die hebben ook hun eigen rituelen, hun eigen tradities en zo verder. En toch zie ik telkens dat wanneer gesproken wordt over religieuze symbolen bijvoorbeeld,
of pamfletten die gemaakt worden over de lengte van een baard, dan kijkt men systematisch naar de moslimgemeenschap en niet naar de andere gemeenschappen. We hebben Sikhs nu in België. We hebben ook Afrikaanse gemeenschappen die heel gelovig zijn, christelijk zijn. Die zullen ook binnenkort hun eigen kerken bouwen en noem maar op. Dus ik zou niet meteen een conclusie trekken en zeggen van vanaf nu gaat het allemaal seculier worden in België. Integendeel, ik denk dat religie nog sterk aanwezig zal zijn en voor een lange tijd. En niet vanuit alleen de islamitische gemeenschap, maar vanuit andere gemeenschappen ook. Ook wil ik ook benadrukken dat de vorderingen die gemaakt zijn dankzij de moslimgemeenschap. Wij hebben weinig of niks gekregen van de staat. De meeste moskeeën die gebouwd zijn tot nu toe, zijn gebouwd dankzij de moslimgemeenschap. Dus wij stonden niet te wachten op onze rechten. Wij hebben, als ik wij zeg, dan spreek ik ook in naam van mijn vader, mijn grootvader. Zij hebben enorm veel, wij hebben enorm veel gedaan om tot hier te geraken. Maar nu eisen wij bepaalde rechten die van ons zijn. Die van ons zijn niet omwille van het feit dat wij moslims zijn, maar omwille van het feit dat wij mens zijn. Als een moslimvrouw een hoofddoek wil dragen, dan is het haar recht als vrouw om die te dragen, eerst en vooral. En dus men moet stoppen met het altijd kijken naar religie, naar islam zegt. Ja, het zijn moslims. Nee. Als een vrouw zegt, ik wil een kostuum of ik wil rondlopen in een Batman-kostuum of weet ik wel allemaal, dan is dat haar recht. Als vrouw, als individu, en ik denk dat u gelooft in het individuele recht, hè? Maar hetgeen dat we systematisch doen, is wij proberen een collectieve schuld te leggen bij moslims voor elke zaak of elke ding dat een persoon als individu wil doen. En men kijkt altijd, jammer genoeg, dus daar komen wij misschien later op terug, maar men kijkt altijd naar die eerste laag, hè, de bovenste laag, die eerste identiteit, moslim in plaats van mens. Belg, Vlaming, Europeaan. En dat is denk ik die discours die nu moet veranderen. Dat is hetgeen dat wij willen bereiken. Ja, Kurt van Espen, zijn ze strenger voor de islam dan voor het jodendom? Is er daar een verschil? Nogmaals, als liberaal bekijken wij alles vanuit het standpunt van de individuele mens. Wij zijn ook voorstander doorgaans van een seculiere staat, waarbij dat wil zeggen dat inderdaad, hè, zoals professor Loobroek al zegt, dat het organiseren van een godsdienst een privé-aangelegenheid is. Hè. En ik hoop dat we vandaag niet te fel ingaan op het zoveelste kruistekendebat. Debat, hè, want ik noem het al een keer een kruistekenverbod in plaats van een hoofddoekenverbod, omdat dat misschien meer schetst dat het toch wel gaat om iets over dat zegt over algemene religieuze principes. Maar ik wil het misschien toch even toelichten. Ik ben het helemaal eens met wat dat u zegt. Hè. Dus van, het is het volledige recht van een persoon om te dragen wat dat hij wil. Als ik morgen in vrouwenkleren wil rondlopen, dan doe ik dat. Hè. Als ik morgen een groene pruik wil aandoen, dan doe ik dat. Wie dat een hoofddoek aandoet, die doet dat. Dat is een volledig recht van een individu en iemand die daar iets tegen heeft, hoort niet thuis in de westerse maatschappij. Het debat dat er eigenlijk plaats gehad heeft, enige tijd terug, was eerder van, zou het niet kunnen dat bepaalde religieuze symbolen in wel bepaalde functies een mogelijk remmend effect op andere mensen hebben. En ik zeg niet dat ik daar voorstander van ben. Ik ga me daar niet over uitspreken, want het is een zeer, zeer moeilijk debat. Maar het is wel misschien iets waarvan ik denk dat we als allemaal eens moeten over nadenken. Hè. Stel dat je aan een loket komt en daar staat een loketbediende die bepaalde tatoeages heeft die zeer agressief zijn tegenover uw cultuur. Hè. Bijvoorbeeld, hè, iemand heeft of iemand draagt bijvoorbeeld een t-shirt met Mohammed op of zo. Hè. Dus ga je misschien, als je moslim bent, ongemakkelijk voelen. Hè. En ga je misschien, als je voor een bouwvergunning moet komen, niet reclameren of wat dan ook, of je moet iets vragen, ga je misschien denken van, oei, ik ga hier slecht behandeld worden. Ik zeg niet dat ik ervoor of tegen ben. Hè. Ik ben nogmaals... Ik denk dat je nu wel een hoofddoekendebat aan het uitlokken bent. Maar ik wil maar zeggen van, het is geen eenvoudig debat. We moeten ervoor zorgen dat de mens vrij is, maar we moeten er ook voor zorgen dat dat de vrijheid van de anderen ook niet beperkt wordt in die vrijheid. Ja, ik wil daar heel kort op ingaan, want het is geen hoofddoekendebat natuurlijk, maar ik wil wel meegeven dat de islam
wordt meestal afgeschilderd als contradictioneel aan de seculiere waardennormen in zijn geheel. En dat is eigenlijk wat dat moet veranderen aan de perceptie. Want de islam is niet volledig contradictioneel in die zin dat de moslims die zijn loyaal aan de wetten van dit land. En als ze de rechten die in de wetten van dit land worden gewaarborgd, willen opeisen, dan hebben ze dat recht. En vervolgens zijn ze ook beschikt om de gemeenschappelijke talen te spreken. Ze hebben die gemeenschappelijke talen geleerd. En als laatste, en daar botst het inderdaad, ze zijn ook loyaal aan de eigen principes. En als u zegt dat men hier agressief tegenover staat als iemand een t-shirt aandoet met de naam Mohammed, wel, dan denk ik dat die persoon eigenlijk ook een beetje vergiftigd is door die sfeer van 9-11. En in die zin gebruik ik 9-11 altijd als scharniermoment, omdat zij in de media en door de politiek ook wel een beetje angst zijn ingeboezemd. En als een moslim wilt uitleggen van, kijk, dit is waar ik voor sta en dat is een positief verhaal, dan denk ik dat eigenlijk niemand daar probleem mee zal hebben. Maar in die zin eis ik dan ook een sereen debat. Vandaag kunnen we daar een startschot aan geven. Ja, Patrick Loobuik, nog een kleine conclusie rond dat thema en dan hoor ik er een nieuwe aan. Geen conclusie. Ik ga niet ingaan op de... Ik heb al veel hoofddoekendebatten gemodereerd. Je bent heel de avond bezig. Maar toch. Hè. Ik vind het niet helemaal fair als je zegt het is een kruistekenverbod. Ik weet wel dat het in de wet zo staat, maar zo wordt het niet gepercipieerd en zo zit het ook niet in de hoofden van veel mensen. En dus ik ben het op dat punt ook wel wat eens met u. Dus ik ben voor de godsdienstvrijheid. En een aantal mensen zijn toch nog altijd te veel gepikeerd. Hè? Dus die godsdienstvrijheid is gewoon grondwettelijk natuurlijk verankerd. Er zijn ook mensenrechten enzovoort. Dus mensen, moslims en joden hebben allemaal het recht om hier een godsdienst te beleven. Maar je voelt in de samenleving natuurlijk dat men nogal sterk geviseerd is op de islam. Hè? Om het voorbeeld te geven van het kruistekenverbod wat u zegt. Er lopen al jaren Sikhs rond in het gemeenschapsonderwijs met een tulband. Geen kat die er naar kraait. Hè. Er lopen al jaren meisjes rond met kruisteken in het gemeenschapsonderwijs. Geen kat die er naar kraait. Hè. Er is wel degelijk dus, en terecht of ten onrechte, maar er is wel degelijk iets in de hoofden van mensen die maakt dat de islam werkt als een soort rode lap op een stier. Hè. En ik begrijp dus wel, en zeker in de frustratie van de mensen in die gemeenschap, dat ze zich op de een of andere manier geviseerd voelen. We moeten ook wel een onderscheid maken. Kijk, enerzijds hebben we hier natuurlijk een schitterende grondwet. We hebben een grondwet van 1831, die toen al de meest liberale grondwet was uit Europa. We hebben schitterende bepalingen rond godsdienstvrijheid enzovoort. Maar wat in de wet staat, is nog niet natuurlijk hoe een samenleving functioneert. Ik mag natuurlijk in Marokko, in een conservatief islamitisch dorp ergens, hè, mag een vrouw natuurlijk ook in een nogal uitdagend topje en shortje rondlopen. Dat mag, juridisch gezien. Maar je moet dat eens proberen. Dus op dezelfde manier kun je hier ook geviseerd voelen, hè, omgekeerd dan, eventueel als moslim, ondanks het feit dat er juridisch gezien geen enkel probleem is. Hè. Er is godsdienstvrijheid. Hè. En je mag inderdaad. Maar toch kan er maatschappelijke problemen zijn. En het is vooral over dat maatschappelijk probleem, denk ik, dat we het moeten hebben. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk te keren. Hè. Een wet kun je veranderen via stemmen en politieke actie. Maar de mentaliteit keren bij mensen, dat is iets helemaal anders. Ik zou eventjes de politieke journalist in mij laten bovenkomen, Khalid El Jafoufi. In de laatste peiling van de VRT, de Standaard, had het Vlaams Belang nog 6,5%. Geeft dat niet aan dat ja, die negativiteit tegenover de islam, die Philip de Winter altijd laat horen, dat toch niet meer aanslaat? Wel, dan wil ik nog iets beginnen ophelderen. Ik ben eigenlijk enorm blij. Ik denk dat menig moslim daar enorm blij om is als een partij als Vlaams Belang, die echt uitgesproken islamofoob is, dat die 6,5% dat die eigenlijk beginnen te strijden met de kiesdrempel, dat juich ik toe. Maar wat ik wel heb gezien als onderdeel van de 9-11-generatie, als ik naar het politieke landschap kijk, is dat de andere partijen eigenlijk ook enige vorm van islamofobie hebben. Als je kijkt maar naar toch minder? Minder, ja. Minder is nog altijd duidelijk iets. Minder. Ja, duidelijk minder. Zij zijn natuurlijk vooral hun partijprogramma is puur en alleen gefocust op moslims. Dat is iets anders. Dat neemt niemand meer au sérieux. Maar ik moet gewoon kijken naar de houding van elke partij, als ik die afzonderlijk bekijk.
Die hebben ook niet echt een positieve houding aangenomen ten opzichte van de moslims. Bijvoorbeeld de N-VA. N-VA heeft de kiezers overgenomen voor een groot deel van het Vlaams Belang. Ja. Vlaams Belang heeft ooit 24% gehad. Mm-hmm. Nu 6,5% in de peiling. Misschien gaan ze in de verkiezingen 8 of 9% hebben. Dus dat betekent dat bijna 10 à 15% van die kiezers nu bij N-VA zitten. Klopt. N-VA is toch minder scherp of zelfs niet echt scherp voor de Wel, ik juich wel toe dat een partij als N-VA Vlaams Belang eigenlijk aan het leegplunderen is. Dus dat zo'n partij eigenlijk gewoon verdwijnt uit het politiek speelsel, want ze doen meer kwaad dan goed. Maar ik vind dat de N-VA op een gegeven moment wel iets te ver is gegaan door de Mandarijn zodanig te persen om zelfs die laatste racistische islamofobe stemmen van het Vlaams Belang naar zich toe te trekken. En dat betreur ik. En vandaag de dag is het om die reden dat ik het nog immoreel vind om op N-VA te stemmen, bijvoorbeeld. Dus N-VA en Vlaams Belang. Maar dat geldt ook voor de andere partijen. Want als ik kijk naar bijvoorbeeld de SPA, die hier in Antwerpen enorm reputatie naar de vaantjes heeft geholpen. Zeker omtrent het hoofddoekendebat. Ja, dat is nog lichtjes uitgedrukt. Ja. Maar die hebben met het hoofddoekendebat hebben ze eigenlijk, zeker sinds 9-11, en met Patrick Janssens op de voorgrond, eigenlijk een soort houding aangenomen. Zo van, 9-11 is een excuus om die kiezer die naar Vlaams Belang is overgestapt. Want ze komen van ergens natuurlijk. Vlaams Belang is er niet zomaar gekomen en die kiezers zijn er niet zomaar achter gestaan. Maar die komen van ergens. En Patrick Janssens wou eigenlijk door ietsjes islamofober uit de hoek te komen, die kiezer terug beginnen winnen. En dat plantje is mislukt. En door de afstraffing van de vorige gemeenteraadsverkiezing hier in Antwerpen zie je dan ook plots dat de SPA 180 graden is gekeerd. Om dan plots te zeggen, nee, maar we zijn wel voor het hoofddoek, wij zijn wel voor het onverdoofd slacht enzovoort. Dus ik merk daar een duidelijke hypocrisie in. En SPA, ik heb nu SPA genoemd, maar als u wilt, ik kan ook nog andere partijen opnoemen. Maar het is maar om te zeggen dat het niet alleen Vlaams Belang is. Moet je ook niet eens leren blij zijn met iets dat verbetert, 6,5% in vergelijking met 24%? Ik ben daar enorm blij om, maar als je kijkt naar de politiek, die is zodanig gepolariseerd dat het eigenlijk een clash of civilization is tussen links en rechts. Ik merk dat er ergens in het centrum een plaats openbreekt waar dat er nog altijd geen verhaal is. Dus als ik naar links kijk, die nog altijd een dubieuze houding heeft aangenomen ten opzichte van moslims. En als ik naar rechts kijk, die altijd in de negatieve sfeer is blijven verder gaan, gewoon ook expliciet in de voorgrond, dan merk ik gewoon dat ik mij nergens thuis voel in geen eender welke partij. Vandaag de dag is de moslim eigenlijk altijd, heeft de moslim altijd gediend als buffer voor de linkse partij, want ze zijn altijd overgestapt, eerst van SPA naar Groen, dan naar CD&V. Het heeft altijd op een negatieve evolutie geleid. Dus vandaag de dag merk ik gewoon dat wij gewoon moeten de politieke spectrum van links naar rechts bekijken en dan duidelijk conclusie trekken dat we eigenlijk totaal niet fier moeten zijn op hoe dat de gang van zaken zijn. Ja, is Galit te pessimistisch? Ja. Realistisch. Ik vind toch, kijk, je pleit voor een genuanceerd debat en wat je nu doet, ver ik er eigenlijk over. Hè? Dus je beschuldigt alle andere partijen van islamofobie. Ik vind dat niet ernstig. Hè? Het kan best zijn dat een aantal politieke partijen standpunten vertegenwoordigen waar het u of de moslimgemeenschap het niet mee eens is. Maar dat is niet noodzakelijk een uiting van islamofobie. Hè? Patrick Janssens is geen islamofoob. Nee, Karin Heremans is geen islamofoob. Ik vind dat we ook op dat punt de discussie ernstig en genuanceerd moeten voeren. Het is al even aangehaald, er kunnen goede redenen zijn om neutraliteit van de overheid af te dwingen. In bepaalde omstandigheden. U dan direct in kaart brengen als het zijn dan islamofoben, ik vind dat niet ernstig. Ik vind, die mensen gaan zich herkennen zich daar ook niet in. Het kan best zijn dat je daar niet mee eens bent. Ik ben het trouwens ook niet eens. Trouwens, zowel binnen de socialistische als binnen de liberale partij is daar ook geen eensgezindheid over. Termont in Gent, waar ik woon, is nooit voorstander geweest voor een verbod op religieuze tekenen. Dus Mag ik daar alsjeblieft een antwoord geven? Ik denk dus niet dat het eerlijk is om dan
zomaar de term islamofoob te gebruiken voor al die andere partijen. Ja, ja, ja. Het gaat op voor het Vlaams Belang, maar het gaat niet op voor de andere partijen. Wel, ik wilde hier totaal geen polariserend debat voeren, maar het is gewoon hoe dat ik, en ik heb al heel veel stemmen uit de gemeenschap gehoord, hoe dat wij dat bekijken. Als we kijken naar een minister van Onderwijs die van SPA is, die het zonder schroom aandurft om te zeggen van een school die geïnspireerd is door islamitische grondslagen, dat hij daar geen zin in heeft om daar zelfs nog maar aan te denken, dan denk ik toch gewoon dat hij een misconcept heeft. Ik heb daar ook geen zin in, maar ik ben geen islamofoob. Ik vind dat er goede redenen zijn om te pleiten voor gemengd onderwijs waarin mensen met verschillende achtergronden van meet af aan samenzitten. Ik ben een groot voorstander daarvan. Daar ben ik ook een voorstander van. Het kan dus zijn dat de minister zegt, ik vind dus dit, hij zou hetzelfde zeggen waarschijnlijk over het ontstaan van een school van Jehovah's getuigen. En hij kan daar goede redenen voor hebben. Hij is daarom geen Jehovah-getuige basher of zo. Dus ik vind, we moeten die terminologie ook een beetje genuanceerd. We gaan even iemand anders aan het woord laten. Ja. Sheriff Al-Maliki, het verminderen van de scores van het Vlaams Belang. Zien jullie daar geen positief signaal in? Het is zeker en vast een positieve signaal. Ik denk dat we moeten gaan kijken waar zijn die kiezers. Naar waar zijn die gegaan en waarom. Ik denk dat dat dan minder positief zou kunnen zijn. Dus om te zeggen... Wat is het antwoord? Ah, wel, ik ben geen onderzoeker, dus op die antwoord ben ik nog aan het wachten. Maar ik maak me wel zorgen om die kiezers, die allemaal dus van Vlaams Belang weggegaan zijn. Waar zitten die nu? Ja, inderdaad. En om eerlijk te zijn, hetgeen dat mijn collega hier zegt, ik kan niet iemand bestempelen als islamofoob. Maar veel politici hebben islamofobe uitspraken gedaan. En dat mogen wij ook niet ontkennen. Ik kan ook als moslim radicale uitspraken hebben, maar ik ben daarom geen radicaal of extremist. Maar ik wil dat toch nog wel even duiden, want het is denk ik een misvatting over... Misschien ben ik te sterk gegaan in mijn uitlatingen, maar als je kijkt, Karin Heremans, ik wil haar geen islamofoob noemen, maar kijk, als je kijkt naar het hoofddoekendebat, dat die onrechtmatig is doorgetrokken naar het onderwijs. Dus eerst was er een debat dat achter een loket, waarbij ik nog kan discussiëren, omdat dat vanuit de overheid wordt georganiseerd. En dan zie ik dat de aanslagen van 9-11 en die sfeer die daaromtrent daarna is gevoerd, die negativiteitsgeest, dat daardoor de lijn is doorgetrokken naar het onderwijs, waar eigenlijk binnen de lijnen van de wet, dat die mensen daar eigenlijk recht hebben om hun hoofddoek te dragen, dan denk ik dat dit een teken is van islamofobie. Islamofobie heeft gradaties. En ik vind gewoon... We blijven in dat hoofddoekendebat zitten. Ik denk dat we inderdaad, continu... ik een betere... Ik denk dat hetzelfde geldt met racistische uitspraken. We hebben veel ook racistische uitspraken gelezen in de kranten, gehoord in de media, van politici. Bijvoorbeeld Lisbeth Homans die zegt, racisme, dat is fel overdreven. Is dat een voorbeeld? Dat is een heel mooi voorbeeld. Dan vraag ik me af wat er zich afspeelt in haar hoofd. Want om zo'n uitspraak te doen, met alle respect. Maar dit zijn dan uitspraken die je soms krijgt van politici. Politici zijn ook maar mensen. Hè. Ik ben ook een mens. Hè. Ik bedoel, mag ik iemand bestempelen als zus of zo? Daar laat ik iemand anders over beslissen. Maar die uitspraken, zoals mijn collega zei, die horen wij. Die zien wij nog altijd. Maar die uitspraken zijn toch veel minder scherp als wat Philip de Winter zegt en doet met nu... Mijn grootvader zei altijd, ik heb liever iemand die iets zegt in mijn gezicht dan een hypocriet. Dat is, met alle respect, maar dit is hoe het is. Laten wij gewoon een eerlijke debat over voeren. Van die bepaalde uitspraken, dan vraag je je wel af van wat die persoon echt denkt. Waarom? Omdat die uitspraken soms tijdens een interview komen ze naar buiten en dan staat het in de krant en de hele gemeenschap kijkt naar dat artikel, naar dat interview en vraagt zich af van... Ben ik hier een artikel aan een interview aan het lezen van Philip de Winter? Of? Ah, nee, die zit bij Groen. Ah, hoe kan dat nu? Ik geef Groen als voorbeeld. Hè. Pas op, hè. Ik zeg niet dat... Ik denk dat u er toch niet veel voorbeelden zult van vinden. Kort van ik ben toch ook hier weer al een stuk optimistischer, denk ik. Hoor. Ik heb ook de opkomst van het Vlaams Blok toen nog met ledenogen meegemaakt. En ik heb toen gedacht van, dat kan nu toch niet, dat er in Antwerpen zoveel racisten rondlopen. Dat er zoveel mensen rondlopen die mensen gaan andere mensen willen discrimineren op basis van hun afkomst of wat dan ook. Dat kan
Ik had het daar bijzonder ongemakkelijk mee. Ik vond dat verschrikkelijk. En ik heb dan eens beginnen grondig eigenlijk de standpunten van het Vlaams Blok toen gaan analyseren. En het is zo dat zij op dat moment ook een aantal argumenten hadden waarvoor dat je, als je het niet zo nauw nam, hè, als je nu niet echt ethisch heel veel bezig was met racisme en zo, dan had je toch wel een aantal argumenten misschien. Sommige mensen, ik niet, hè, ik heb het nooit gehad, maar sommige mensen hadden misschien dan wel een bepaald argument. Dat kon misschien zijn voor de Vlaamse strijd. Dat kon misschien zijn omwille van... het was op dat moment ook een beetje, ja, een beetje de rechtsradicale opkomende stem, de enige op dat moment. Er waren misschien andere niet-racistische argumenten toen, omdat sommige mensen die daar niet fel over nadenken, dachten... voor het Vlaams Blok gingen stemmen. Het bewijs dat het zo is, zie ik nu. Hè. We zien nu dat het... Ik vermoed dat die 6,5% die daar nu nog zitten, ik vermoed dat dat mensen zijn die niet zo sympathiek zouden zijn in dit gezelschap, denk ik. Hè. Maar goed... Ja, Maar ik wil toch... Ik wil nog één puntje maken, ook in verband met het feit dat u zegt van... waar dat u ook op alludeerde, van dat bepaalde politici soms uitspraken doen die als islamofoob kunnen overkomen. Laat mij een voorbeeld nemen, het onverdoofd slachten. Ik ben heel erg tegen onverdoofd slachten. Als ik nog een stapje verder ga, denk ik er nog weer anders over, maar het heeft te maken met dierenleed voor mij. Dat is een klassiek argument. Ben ik islamofoob? Hoegenaamd niet. Hè. Ik ben ervan overtuigd dat als Mohammed geleefd had toen de elektrische, toen je dus verdoofd kon slachten, dat hij zou aanbevolen hebben om verdoofd te gaan slachten. Dat is mijn standpunt. Wacht, mag ik? Maar goed. Ja, wat zegt de theoloog daarover? Mag ik spreken nog? Er bestonden in die tijd al verschillende middelen om dieren te verdoven. Dus dat bestond al in die tijd. Het enige verschil is dat de manier waarop dat dieren worden verdoofd, dat is iets dat men zelf moet gaan zien in de slachthuizen. En dan ziet men dat het verdoven van het dier, men ziet het als verdoving, veroorzaakt andere problemen die nog erger zijn dan onverdoofd slachten. Maar als ik er dieper op nadenk, dat ik dan weer iets anders wou zeggen, dat is exact wat ik wou zeggen. Dus... Ja, ga liever. Ik heb gewoon nog één vraag aan professor Lobeck. Hoe ziet u, wat is volgens u de beste manier om het onderwijs het onderwijs te organiseren? Zeg maar. Wat is voor u een school waar dat binnen de seculiere samenleving waar u naar streeft, eigenlijk een positief verhaal is? Om gewoon duidelijk te stellen, ik wou eigenlijk een situatie schetsen waar de moslims vandaag de dag mee leven en in specifieke zin de post-9-11 generatie. En het is in die zin dat ik die vraag aan u stel. Hoe zou u het onderwijs... Maar u wou ook nog een opmerking maken eerst. Hè? Ja, wat moet ik dan eerst? Ja, eerst de opmerking misschien en dan de school. Wel, naar aanleiding van de kiezerspubliek dat verschoven is van Vlaams Belang naar N-VA, wil ik toch nog het volgende kwijt. Dat is politiek gezien een goede zaak. En want als dus de hete adem van het Vlaams Blok weg is, dan ga je misschien inderdaad ook minder de neiging voelen bij de traditionele partijen om om dat thema op een negatieve manier in het daglicht te stellen. Maar ik denk niet dat het stemgedrag van mensen, en dat kan ik ook sociologisch aantonen, is geen goede graadmeter om te zien hoe mensen denken, bijvoorbeeld over etnocentrisme of anti-islamofobie. Ik geloof niet dat als je nu, en dat is ook al aangetoond met cijfers, het is niet omdat er een kiespubliek verschoven is naar N-VA, dat je bijvoorbeeld op de European Value Studies of andere surveys gaat zien dat de Vlaming minder etnocentrisch is geworden. Dat is helemaal niet het geval. Waarom stemmen mensen voor bepaalde politieke partijen? U kunt dat bij uzelf nagaan. Hè? Dat heeft met van alles te maken. Heeft ook met vertrouwen te maken. Heeft met populariteit te maken van bepaalde politici. De Winter is er destijds zeer goed in geslaagd. Hij was een magistraal goed politicus. Hè? Je kunt er voor of er tegen zijn, maar hij heeft dat zeer goed gedaan en heeft zijn partij groot gemaakt. De Wever is net hetzelfde. Hè? Dus het is geen goede graadmeter om het... Er werd vroeger, als ik in het buitenland was, ook vaak verwezen naar, je komt uit Vlaanderen, dat is nogal een etnocentristische bedoeling daar. Hè? Nu, uit de cijfers blijkt helemaal niet, bijvoorbeeld dat de gemiddelde Vlaming meer etnocentrisch is dan de Waal.
Alleen is er in Wallonië nooit een politicus met talent opgestaan die die extreemrechtse gedachtegoed heeft kunnen vertegenwoordigen. Dus je moet daar toch een beetje mee oppassen met die analyses. Het is goed dat het verschoven is, sowieso. Hè, want het Vlaams Blok is een negatieve adem in de nek van de andere partijen. Maar of de bevolking daarom anders denkt, daar moet je toch wel wat mee opletten. En dan een nieuw thema dat ik ook eigenlijk wil aansnijden. Ja, om discriminaties tegen te gaan, is apart islamitisch onderwijs aan te raden? Of toch beter in scholen, die dan voldoende middelen krijgen, beter samen zitten, iedereen samen? Wat is uw mening? Wel, grondwettelijk gezien hebben de moslims, maar niet alleen de moslims, ook de vegetariërs en ook de Jehovah's getuigen het recht om eigen scholen te organiseren. Hè. Dat is ook grondwettelijk al in 1831 ingeschreven in de grondwet. Onderwijs is vrij en dat betekent iedereen, niet alleen iedereen is vrij om tussen zijn kind te sturen naar het onderwijs, maar iedereen is ook vrij om het eigen onderwijs te organiseren volgens de eigen levensbeschouwelijke of andere pedagogische inzichten. Vandaar dat we ook Steiner-scholen hebben enzovoort. Nu, ik denk wel dat het, dus juridisch gezien is het goed, of juridisch gezien kan het, en een seculiere samenleving moet het misschien ook wel kunnen, maar ik ben ook wel, maatschappelijk gezien ben ik een groot voorstander van sociale mix. Niet alleen in onderwijs, maar zeker in onderwijs. Ik denk dat we jonge mensen van meet af aan moeten zoveel als mogelijk moeten in contact brengen met diversiteit, moeten leren omgaan met mensen die op de een of andere manier anders denken, zich anders kleden, er andere opvattingen over op nahouden. En dat we dit in onderwijs moeten kanaliseren. Nu, onderwijs dient, wat mij betreft, twee belangrijke elementen. Onderwijs dient om onze voorlopige beste kennis over te dragen aan jonge mensen. Die voorlopige beste kennis is geen doel op zich. Onderwijs en die voorlopige beste kennis die dient om mensen vrij te maken. Mensen worden niet vrij geboren. Als we een baby eens goed hebben bekeken, dat kan niks. Mensen worden vrij gemaakt, met name door vorming, opvoeding, socialisatie. Daarvoor dient het onderwijs. De ouders hebben daar ook een belangrijke rol in te spelen. En de ouders mogen hun kinderen opvoeden, vrijzinnig, vegetarisch, moslim, islam, weet ik veel wat allemaal. Maar het onderwijs dient om die opvoeding in perspectief te zetten. De onderwijs moet tonen dat er in het leven verschillende opties zijn. Dat je over de opvoeding die je hebt meegekregen, de cultuur, de religie, de waarden en de normen, dat je daar mag over nadenken. Dat je daar kunt over nadenken. En dat je dan na dat denkproces ermee kunt instemmen en zeggen, dank u wel, ouders, dat je dat aan mij hebt meegegeven. Ik vind dat inderdaad de beste opvoeding. Of, ik wil dat hier en daar wat amenderen. Of, wat voor opvoeding heb ik gehad? Ik ga een andere toer op. Hè. Dit is het doel van onderwijs. En mijn kritiek op het huidige onderwijs wat betreft levensbeschouwing en ethiek is dat we dat eigenlijk onvoldoende doen, die voorlopige beste kennis geven over levensbeschouwing en ethiek. Omdat we dat uitbesteden aan de godsdiensten zelf. En we zeggen, als het over de islam gaat, de moslims bij de moslims in het gemeenschapsonderwijs en dan de katholieken bij de katholieken, de vrijzinnigen bij de vrijzinnigen. Ik pleit dus voor een vak, ik heb er ook een boekje over geschreven, ik heb het ook mee, dan verminder de prijs wie geïnteresseerd is. Meer lef in het onderwijs. Lef staat voor levensbeschouwing, ethiek en filosofie. Het is een vak waar iedereen samen, op een seculiere manier, vanuit de uitgangspunten van de seculiere samenleving, vanuit de uitgangspunten van vrijheid en gelijkheid, de voorlopige beste kennis krijgt aangereikt over de verschillende levensbeschouwingen, waarin we mensen leren nadenken om met morele problemen om te gaan en waarin we mensen leren op een autonome, vrije en kritische manier leren nadenken. Ik vind dat ons onderwijs daar nog altijd een beetje te, we zijn al ver gevorderd, we hebben een goed onderwijssysteem, als het vergelijkt met andere landen. We zijn al ver gevorderd, maar op dat punt schieten we nog een beetje tekort. En ik denk dat de samenleving het aan zichzelf verplicht is om wat men in Frankrijk zegt, le vivre ensemble, het samenleven, om dat duidelijker te thematiseren. In mijn stuk, in mijn lefvak zou ik ook een stukje burgerschapseducatie steken. Mensen, wat zit daarin? Mensen moeten weten wat de uitgangspunten zijn van die vrije, seculiere samenleving. Het is een van de belangrijkste verworvenheden van de verlichting, die seculiere samenleving. Maar we thematiseren dat niet in ons onderwijs, of veel te weinig expliciet. Ja, Galit, bent u tevreden met het antwoord? Of wil ik ben u wel apart zeer scoren? Tevreden en ik wil daarop inspelen. Wat ik bedoelde met een, wat ik versta onder een islamitisch geïnspireerde school, is een school zoals het katholiek net aanbiedt. Dus gewoon een school waar iedereen wordt toegelaten. Het zal maar erg zijn. Dat wordt betaald door de belastingsbetaler. Maar het lefprincipe dat u hier naar voren hebt geschoven,
dat zou ik even goed in een islamitische school, die islamitische grondslagen heeft, dat zou ik eventueel kunnen invoeren. Want vergelijkende studie, daar sta ik ook achter. Hè. We hoeven niet per se een onderwijs te creëren waarbij dat van kind af aan tot en met de 18-jarige leeftijd, tot en met dat ze volwassen worden, alleen maar islamitische onderwerpen aanbieden. En wat is volgens u het voordeel van zo'n school? Het voordeel is dat er een bepaalde inmenging is. Dus in onze school, ik zat in een ateneum, dat is een gemeenschapsschool, daarin krijgen we islam. En op een bepaald moment had ons docent vernomen dat bepaalde leerlingen van de andere klas, dus degene die zedenleer volgen, degene die katholiek volgen, dat die met bepaalde vragen zitten en dat die gewoon niet beantwoord worden in hun eigen klas. En we hebben een debat georganiseerd, debatsessies. Hier zijn bepaalde leerlingen van mijn klas. En we hebben elkaars vragen op een papier geschreven, waarbij we samen in groep daar een antwoord hebben geboden om dus de tolerantie naar elkaar toe en het begrip te verhogen. Dus ik pleit niet voor een school waar alleen islamitische zaken worden naar voren geschoven. Dat is de verkeerde perceptie rond een moslimschool. Ik pleit voor een school die openstaat voor iedereen, die geïnspireerd is omwille van hun geloof, net zoals een katholiek. Maar wat is het voordeel van een moslimschool? En het wat voordeel? Ja. Kijk, vandaag dag wordt dat meer beschouwd als een reactie op het hoofddoekenverbod enzovoort. Dat vind ik een verkeerde houding. Ik vind dat we meer moeten uitgaan van een emancipatorische houding. Een houding waarbij dat de moslimgemeenschap eigenlijk een positief verhaal wil brengen en vanuit een ideologie met een normkader gewoon overtuigd is dat dit ook een meerwaarde kan bieden aan het onderwijsnet. Ik pleit niet voor een onderwijs dat alleen toegankelijk is voor onze gemeenschap, want wij worden gediscrimineerd. Nee, we willen een positief verhaal brengen en dat is geen reactie op de huidige verboden. Maar ik wil u wel teleurstellen, professor Loopbeek, als het van minister Pascal Smet afhangt, zal er nooit een school komen waar die vanuit de moslims naar voren is geschoven. Kan je dat wel tegenhouden als er... Dat kan je niet tegenhouden. Dat zijn de verzuchtingen van de jeugd. De jeugd die heeft zoiets van, wij hebben daar grondwettelijk toe. Ja, we hebben daar terecht toe. De minister van Niemand Onderwijs kan dat niet tegenhouden. Hij zal dat juist moeten toejuichen, want wij komen met een alternatief. Alleen niet alternatief, maar we komen met een meerwaarde. En wij staan open voor bijvoorbeeld het LEF-project. Ik vind dat zelfs een heel schitterend initiatief. Ja. Maar kijk, ik heb daarnet al gezegd, we zijn heel geseculariseerd. Hè. Een ander element van onze samenleving is dat we ontzuild zijn. De zuilen bestaan nog, maar veel mensen denken, in mijn generatie en de generatie achter mij, enzovoort, ontzuild, mentale ontzuiling. We hebben daar een lange weg moeten in gaan. En ik ben eigenlijk voor ontzuiling. En ik vind het dan niet wenselijk, ondanks het feit dat het juridisch mag en je grondwettelijk verankerd is, vind ik het niet wenselijk dat er als het ware een nieuwe zuil zou ontstaan. Ik vind het niet meer van deze tijd dat maatschappelijke organisaties, als scholen, maar ook ziekenzorg bijvoorbeeld, dat gelinkt is aan één levensbeschouwing. Trouwens, islamitische of katholieke wiskunde of geschiedenis bestaat niet, hè? Vergis u niet, hè? Daar hebben we het helemaal niet over. Ja. Maar laten we even naar de theoloog luisteren. Sheriff, ja, bent u ook voorstander van aparte islamscholen zoals je katholiek onderwijs hebt? Niet als reactie op de situatie de dag van vandaag, maar gewoon om even op te pikken op islamitische school in Andalusië kwamen mensen, studenten van over heel Europa, eigenlijk van over heel de wereld, hè. Dus van Noord-Europa tot Iran, tot Perzië, om te studeren in islamitische scholen. Ik zeg niet dat wij onmiddellijk dat niveau kunnen terughalen, maar ik zeg dat islam, de visie van islam op andere godsdiensten, op atheïsme, op secularisme is helemaal anders dan de kijk van secularisme op godsdiensten. En wat is voor u het voordeel van zo'n islamschool? Omdat de islamitische visie op niet-gelovigen en andersgelovigen positiever is voor mij en beter is in de samenleving waarin dat wij zijn dan een seculiere instituut of seculiere school of universiteit. Wat denken ze bij liberalen daarover? Ja. Ik stel mij toch een beetje vragen van wat. Ik hoor nu van beide kanten hier, van ja, de islamitische visie. Maar wat moet ik me daar dan bij inbeelden? Bij een vak als wiskunde of biologie? Hè? Ik neem aan dat jullie toch niet gaan. Dat jullie toch niet tegen de evolutieleer gaan lesgeven en dergelijke zaken. Dus hè, jullie gaan toch de wetenschap
Laat even Sherry voorleggen. Ja. Ik denk toen dat mensen hier in Europa de zeep nog niet gebruikten. En, met alle respect, nee. Met alle respect, dit bedoel ik op een respectvolle manier. Hè. Maar in die tijd kwam de verlichting vanuit Andalusië. Dus de evolutieleer is maar slechts één onderdeel van de vele zaken die islam te zeggen heeft over verschillende wetenschappen. De evolutieleer, er zijn moslimwetenschappers die ook de evolutieleer hebben, maar die wel andere theorieën, ik weet niet hoe ik het moet noemen, mini-theorieën, subtheorieën, hebben over hetgeen dat Charles Darwin gedaan heeft. Er zijn zelfs niet-moslims die ook andere mini- of subtheorieën hebben in verband met de evolutietheorie. Maar islamitische... Maar goed, we zijn ook weer een beetje ver van ons thema. Ja. Om even terug te zeggen, dus het enige dat bij u opkomt op dit moment is evolutieleer. Ja, islam heeft een visie, heeft... Maar goed, ik wil weten, wat is daar nu... Zal dat emancipatorisch zijn als de leerlingen, islamleerlingen, in zo'n aparte islamitische school gaan? Zal het discriminatie Het feit dat een islamitische school is, betekent niet dat die beter is dan andere scholen. Hè. Alles hangt af van de niveau en de kwaliteit en van de visie dat die school heeft. Hè. Maar als dat een recht is die wij hebben, dan mogen wij vanuit de islamitische gemeenschap absoluut proberen tenminste. Ja, zien wat ik geloof het, uit, ja. Je hebt inderdaad dat recht, hè. Maar we spreken hier, of we proberen hier een discussie te voeren om ook de wij-zij-tegenstelling enzovoort tegen te gaan. Hè. Ja, dan zie ik niet in wat er maatschappelijk wenselijk is aan een school die zich dan voornamelijk richt ook, want dat zal toch het gevolg zijn, hè, op moslimleerlingen. Ik geloof heel sterk geloof ik in wat men noemt de contacthypothese. Mensen worden tolerant voor iemand anders als die andere persoon ontmoeten. Als ze die andere persoon leren kennen. Er is ooit een Vlaams blokker geweest die het opnam voor de regularisatie van de illegale buur. Dus eigen illegaal eerst. Maar het is een zeer menselijk principe. Als je iemand leert kennen, dan voelt u daar u op betrokken. Wat moeten we dus doen om de samenleving te versterken? We moeten zorgen dat we aan de schoolpoort allemaal samen staan. En dus baat hebben bij het feit dat onze kinderen naar dezelfde school gaan. Ik weet dat we mensen niet kunnen dwingen om ergens te gaan wonen, maar ik ben voor stadsontwikkelingsplannen die ervoor zorgen dat de sociale mix geholpen wordt. Als we elkaar leren kennen in buurten, op pleinen, in de scholen, in verenigingsleven, in jeugdbewegingen enzovoort, er is volgens mij niets dat beter is, dat sociaal weefsel creëren, is niets dat beter is om het draagvlak voor een multiculturele samenleving te versterken. Dan pleiten voor afzonderlijke scholen lijkt mij toch wat contraproductief. Ja, Galit? Ik pleit niet voor afzonderlijke scholen. Totaal niet. Wat mijn visie is op een islamitisch geïnspireerde school, is een school die inderdaad open staat voor iedereen. Dus wij richten ons niet naar moslims, wij vinden gewoon het onderwijs dat nu wordt aangeboden via het katholiek net, via het gemeenschapsnet, dat tekortschiet, dat zet leerlingen tegen elkaar op. Als ik gewoon kijk naar bepaalde lessen Nederlands, waarbij we teksten moesten lezen over daden die werden verricht door moslims in pakweg Afghanistan, en dat na de les een soort verkrampte situatie heerste, waarbij leerlingen echt negatief ten opzichte van elkaar keken en dat voor spanningen zorgde. Wij vinden gewoon, wij willen daar verandering in brengen op een positieve, emancipatorische manier. Ik zeg niet dat die spanningen niet bestaan, alleen betwist ik dat de oplossing van een islamschool daar de beste oplossing voor is. We kunnen ook intern, bijvoorbeeld bij het officieel onderwijs, gaan kijken op welke manier we inderdaad dergelijke dingen kunnen vermijden. Laten we het misschien eens opentrekken. Je hoort ook zeggen, de emancipatie van de islam en van mensen van de islam zal gebeuren via eigen organisaties, via zelforganisaties. En dan wordt de vergelijking gemaakt met de socialistische en de christelijke arbeidersbeweging, met de Vlaamse beweging, dat je samen sterk wordt, dat je zo emancipeert, dat je zo je plaats in de maatschappij krijgt. Misschien toch eventjes vragen aan u, wat denkt u daarvan? Dus de emancipatieproces? Door eigen organisaties, ook door dit hier, zoals in der tijd de arbeidersbeweging of de Vlaamse beweging. Dat stimuleert inderdaad. Maar wat mijn visie is over de emancipatieprocessen, is dat wij moeten kijken naar wat deze samenleving nodig heeft. En
pakweg politiek gebied. Als we kijken naar de politiek, hoe dat eigenlijk een vaste vertegenwoordiging is gecreëerd voor de moslims vanuit de linkerzijde, dan vind ik dat die emancipatieproces dat eerder uit een soort armoede is, omdat er geen alternatief is, dan uit een positief verhaal. Pleit u dan voor een moslimpartij? Ik pleit voor een partij die islamitische grondslagen heeft, maar die openstaat voor iedereen en die vertrekt vanuit een positief verhaal. Als ik nu kijk naar de politiek, ik zie, zeker met de aanloop naar de moeder aller verkiezingen, ik zie dat er een soort polarisatie is ontstaan tussen rechts en links. Dus de kiezer heeft de keuze, oftewel kiest hij rechts, oftewel kiest hij links. En men zoekt telkens elkaars verschillen op. En dat is met het islamdebat niet anders. Dat is politiek. Dat is politiek. Maar ik zie dat er dan ook ruimte wordt gecreëerd voor een centrum waar dat ik mij wel in zou kunnen vinden. Een soort centrumverhaal waar menige tolerante burger zich in zou kunnen vinden. En of dat nu vertrekt vanuit een Joodse gemeenschap, of dat nu vertrekt vanuit een christelijke gemeenschap, of vanuit een islamitische gemeenschap. Zolang die principes, die grondslagen, maar ervoor zullen zorgen dat de samenleving naar elkaar toe zal worden getrokken. Dus een moslimpartij die zich enkel richt op de verzuchtingen van de moslims, daar pleit ik niet voor. Als je kijkt naar de 9-11-generatie, daar behoren ook de niet-moslims onder, want die zijn ook beïnvloed door die negativiteitsgeest. En die hebben ook zoiets van sommigen die in aanraking komen met moslims. Hey, jij bent toch wel anders dan hoe dat de moslim op de media en hoe dat de politiek de moslim beschrijft. Wel, u bent nog nooit in contact geweest met mij en dit is voor het eerst dat u een constructief gesprek met mij voert. En vanuit de politiek kan daar bijvoorbeeld een centrumverhaal komen waarbij men zegt, de islam is een bron voor gelukzaligheid, de islam is een bron voor een tolerante samenleving, de islam zal de bevolking naar elkaar toetrekken met een verhaal waarbij iedereen zich kan vinden. Daar streef ik naar en niet naar een partij of naar een gemeenschap die zich enkel focust op de verzuchtingen van de moslims. Dus in die zin vind ik die emancipatorische strijd dat we die breed moeten trekken, breder dan het islamitisch vraagstuk die vandaag de dag wordt gevoerd. Ja, sheriff. Hetgeen dat hij zei daar straks, dat vind ik natuurlijk zeer belangrijk. Ik vind dat hij toch voor een stuk ook gelijk heeft. Hè. Daarom dat ik in het begin zei, ik zie dit als dit, dus als die school of die scholen komen als reactie op, daar ben ik het niet mee eens. Als wij ooit klaar zijn om dat te doen, dan kunnen we nog altijd doen. Maar nu zijn we nu van discussie veranderd. Een islamitische politieke partij, nu, hetgeen dat ik merk telkens als ik met niet-moslims spreek, is dat islam is precies iets anders dan hetgeen dat we al hebben. De universele rechten van de mens, dat bestaat niet langer als de islam. De islam bestaat al veel langer dan dat. En veel wetten, veel regels die wij kennen, die universeel zijn, die wij zien als mensenrechten, zijn rechten die wij ook terugvinden in de islam. Dus de islam is niet, het draait niet rond sharia en het kappen van handen en het stenigen. Dus als we een islamitische school hier openen, zal het niet gaan over wie krijgt welke zweepslagen en wanneer. Nee, maar dat is jammer genoeg de visie dat veel mensen hebben over islamitische school, islamitische partij. Dat denkt men automatisch van, ze gaan hier de sharia invoeren. Well, guess what? Er zijn veel zaken die in de sharia zijn, die al hier zijn, hè? Die aanwezig zijn in onze wetten, in onze regels. En wij leven voor een stuk al volgens de sharia. Dus dit zijn dan zaken die ik gewoon, en veel mensen kunnen het mee oneens zijn en zaken halen uit Afghanistan of weet ik wel allemaal. Maar dit is België en ik heb het over islam. Natuurlijk, islam is heel breed. Dat is ook iets dat veel mensen niet kennen. Wij spreken over moslims, maar er zijn Turken en er zijn Marokkanen. Dit zijn twee totaal aparte volkeren. U gaf een voorbeeld daar straks van een Marokkaanse dorp ergens waar je een minirok zou kunnen gaan. Als je dat doet bijvoorbeeld in Turkije, in een ander Turkse dorp, kan het even goed zijn dat mensen totaal niet naar u kijken en dat is iets normaal. Dat heeft iets met toerisme te maken en iets te maken met het feit dat die dorp of die streek bijvoorbeeld meer in contact komt met de Europeanen. Wat ik wil zeggen is, men moet stoppen om islam te zien als iets dat oriëntaal is. Dat heeft niks met Europa te maken, dat heeft niks met hetgeen dat we hier hebben, dat heeft daar eigenlijk niks mee te maken. Integendeel, wij hebben veel zaken nu, de dag van vandaag, die komen uit de islamitische visie, uit de islamitische wetgeving, kinderbijslag. De tweede kalif heeft dat ingevoerd.
En wij spreken hier over de tweede kalif, Omar ibn al-Khattab. Hè? En nu kinderbijslag hebben wij hier ook, en dat vind ik natuurlijk schitterend. Maar men moet niet kijken naar hetgeen dat wij hier hebben. Men moet dat niet zien als iets dat Europees is en zuiver Europees is en van nergens ontleend is. Dat moeten wij niet doen. Ja, Kurt van Espen. Nu, uiteraard, er zijn heel wat mooie principes op het gebied van solidariteit en zo, die eigenlijk uit de islam komen, die eigenlijk nog veel ouder zijn, die eigenlijk al ontstaan zijn 3000 jaar voor onze tijdrekening en die dan diverse godsdiensten overgenomen hebben, daar niet van. Maar we mogen toch ook misschien niet onder stoelen of banken steken dat de islam niet altijd even homovriendelijk is, bijvoorbeeld. He, wat toch een heel belangrijk principe is in onze westerse samenleving. He, als je hier iemand die homoseksueel is, is uiteraard volledig gelijkwaardig aan een heteroseksueel. En daar merk ik dan toch soms dat sommige, ik zeg wel sommige, moslims het daar blijkbaar wat moeilijk mee hebben. He, ik ben er zeker van dat er heel wat moslims secret gay zijn, hè, maar misschien niet durven vooruitkomen. En dat vind ik toch een beetje jammer dat eigenlijk dat... het gebeurt al. Hè, en ik zie een verbetering. Hè, en ik ken een aantal moslims die ook homo zijn en die er vooruitkomen ook. Maar die hebben het zeer moeilijk. Hè, dus, en daar pleit ik dan toch ook voor een bepaalde omarming van de islam. Eerder, misschien niet letterlijk, maar hè, een bepaalde... Hè, om dan toch ook die mensen op te nemen in de moslimmaatschappij. Misschien een repliekje? Ja. Ja, natuurlijk. Ik ben heel blij dat u deze vraag stelt. Hè, of dat u deze opmerking geeft. Hè. Nu, homo's hebben altijd bestaan. Van voor de islam, tijdens de islam, na de islam. Dus dat bestaan niet sinds Wham of George Michael uitkwam en zei van... Hey guys, al die liedjes, dat gingen niet over vrouwen, maar dat gingen eigenlijk over mannen. Dus op dat vlak, islam heeft een bepaalde visie over de daad en heeft een visie over hoe dat een persoon zich voelt. Islam gaat niet zoeken van wat denkt die persoon en wat voelt die persoon. Islam kijkt naar wat zijn de daden die gebeuren. Dus men kijkt naar de daden die uitgevoerd worden. En aangezien hetgeen dat tussen man en vrouw gebeurt en tussen man en man gebeurt... thuis, in een slaapkamer, weet ik wel allemaal, maar ergens waar niemand dat kan zien, dan hebben moslims, hetgeen dat moslims vaak zeggen, komt niet voort omwille van het feit dat ze moslims zijn, maar vaak heeft dat ook met cultuur te maken. Het zijn culturele problemen, want islam zegt, homo's hebben altijd bestaan, er zijn mensen die zich kleden als vrouwen of die zich meer vrouw voelen als man, die gevoelens hebben voor mannen. Dit is iets dat altijd bestaan heeft. Eerst dus, nog eens naar... Ja, concludeer maar. Ja. Nu, hetgeen dat u zegt is eigenlijk fout. Dat is niet de visie van islam. Dat is de mening en de visie van bepaalde moslims die meer cultureel beïnvloed zijn en minder theologisch beïnvloed zijn. Want elke theoloog die gestudeerd heeft hierover, zal u kunnen vertellen dat islam geen... mening heeft over homo's. Islam heeft een mening over de daad die uitgevoerd wordt. En dat is een daad, zoals elke andere daad in de samenleving. Kan positief zijn, kan negatief zijn. Islam heeft daar bepaalde opmerkingen over die bepaalde daad die naar dit of dat zou kunnen leiden. Overspel bijvoorbeeld leidt naar een bepaalde zaak, naar een bepaalde ziekte. En dat is de reden waarom dat islam... We hebben hier een moraalfilosoof in ons gezelschap. Als ik luister naar die argumentatie... Eigenlijk lijkt die argumentatie zeer, misschien Patrick, lijkt dat zeer op wat ik in de tijd van de vorige paus gehoord heb. Dat zit helemaal op dezelfde lijn. Katholicisme, islam rond homo's, dat is hetzelfde. Ja, wel, ik heb in mijn eerste interventie een onderscheid gemaakt tussen islam-pessimisten en islam-optimisten. Hè. En ik denk dus dat er naast mij iemand zit die in de categorie islam-optimisten zit. Hè. Kijk, als we een eerlijk debat willen voeren... als we een eerlijk debat willen voeren, dan heeft het geen zin om een aantal dingen te verdonkeren manen of om de problemen heen te gaan. Er zijn inderdaad je kunt inderdaad al niet over de islam spreken, maar in bepaalde islamitische tradities, die wel nogal mainstream aanwezig zijn, zijn er... Ja, maar kijk, dat is een defensieve reactie. Dat is dan allemaal cultureel. Er zijn... Turk,
Als je het hebt over moslims en u weet niet eens het verschil, u kent het verschil niet tussen een Turk die van Kayseri komt en een Marokkaan die van Marrakesh komt, en u ziet beide personen als moslims, dan is er een groot probleem. Ja, zij delen dezelfde religie, maar hun perceptie, hun visies, hun meningen zelfs over bepaalde religieuze zaken zijn totaal anders. Dat is alsof ik protestanten zou kunnen vergelijken met katholieken en die christenen bijvoorbeeld in Amerika zou kunnen vergelijken met iemand die in Rome woont. Ze zijn allemaal christenen, maar ze hebben totaal andere... En met alle respect, de katholieke kerk en hetgeen dat de paus toen zei of zegt of denkt nog altijd, dat heeft nog altijd niks mee met de islam te maken. Hetgeen dat ik zei, was niet om weg te lopen of wat dan ook. Ik zeg, zoals het is, vrouwelijke mannen, zo werden zij genoemd in de tijd van de profeet, werden zij genoemd voor de islam en zelfs na de islam, hebben altijd bestaan en zullen altijd bestaan. Gevoelens worden niet gestraft in de islam. Iemand die zegt, ik heb homogevoelens voor iemand, dat wordt niet gestraft in de islam. En ik daag u uit en iedereen om met één wet te komen... Van de sharia die zegt, als u iets voelt voor die man, als u de zin krijgt, ik zal niet te ver gaan, maar als u de zin krijgt om dit of dat te doen met een man, dan wordt u gestraft. Ik daag iedereen uit. Maar als u het doet, hè? Mag ik het debat op een andere wending brengen? Wel als u het doet. En iedereen die de wetten kent van overspel, zal weten dat in een staat die geregeerd wordt door sharia... moeten er 4 getuigen zijn die de... Sorry dat ik het zeg, ik weet dat dit een debat is... 4 getuigen moeten de penetratie gezien hebben. Dit is hetgeen dat de islam zegt. En dat is onmogelijk. En dat is daarom dat de islam zulke regels heeft opgesteld. Niet om op heksenjacht te gaan en te gaan zoeken wie doet wat met wie wanneer. Dat is in feite omdat de islam die regel vastlegt en in feite mensen wil aansporen naar iets. Naar een bepaalde iets, naar een bepaalde visie. Namelijk, de visie van de islam is namelijk dat... De unie of die relatie moet bestaan tussen man en vrouw. Er zijn mensen die geloven dat die relatie kan bestaan tussen een volwassene en een kind, en anderen die geloven dat het... Nee, met alle respect. Hè. In Nederland hadden wij zelfs een partij die in Nederland, in Europa, zij kwamen op eigenlijk voor zulke rechten. Dit is, als wij echt gaan objectief willen gaan kijken naar vrijheid van meningsuiting en zo verder, dan moeten we ook kunnen respecteren dat de islam hierover is die visie. En dat is een mening. En dat is hoe dat het wordt gedaan. En ik probeer hier niet iets anders te zeggen dan hoe het is. Dit is de realiteit. En we kunnen niet voorbeelden nemen uit Afghanistan of uit een of een ander land of wat dan ook. Telkens... Als we deze discussie voeren, ik ben hier uitgenodigd als theoloog in opleiding, ik ben nog geen theoloog, maar dit is iets dat elke student kent. En dit is geen leugen, dit is hoe het is. Eerst meer kan ik erover zeggen. Repliek van Patrick Loobuik. Ja. Ja, wel, ik ben het niet helemaal eens met het feit dat je niet op geen enkele manier de openheid wil aan de dag leggen om ook toe te geven dat er in de islam, los van cultuur, een aantal elementen zijn die aanleiding kunnen geven of die haak staan op bijvoorbeeld een aantal uitgangspunten in de seculiere samenleving. Dat geldt niet alleen trouwens voor de islam, dat geldt ook voor het katholicisme, u hebt het genoemd. Hè. Het zou potverdorie nogal echt een wonder geweest zijn, mocht het in het jodendom en het christendom en de islam, hè, die dan wat later ontstaat, maar nog altijd in een periode waarin er nog op geen enkele manier sprake was van gelijkheid tussen man en vrouw, nog op geen enkele manier sprake was van democratie en een rechtsstaat, dat men daar al voor democratie zou zijn, bijvoorbeeld. Plato was ook niet voor democratie. Hè. Dus die godsdiensten ontstaan in een cultuur en een tijdsgevricht, hè, en dragen daar ook een aantal elementen van en mee. Hè. En ik vind dat je dan ook moet kunnen toegeven dat uw religie in staat is om te evolueren. En dat is inderdaad ook wat het katholicisme heeft gedaan. Hè. Het katholicisme was tot in de jaren 60 een tegenstander van de godsdienstvrijheid. Een tegenstander van de vrijheid van meningsuiting en het vrij wetenschappelijk onderzoek. Ik kan u teksten tonen, makkelijk van pausen nog tot... De priesters die moesten de anti-modernisten eed zweren tot in de jaren 60, waarin ze alles wat met liberale rechtsstaat te maken had, afzweerden. De katholieke kerk is geëvolueerd. Met Vaticanum II heeft men, willens nillens, met knarsetanden misschien, maar heeft men de uitgangspunten van de seculiere samenleving omarmd en heeft men gezegd, de politiek moet op vrijheid en gelijkheid gebaseerd zijn, niet op een religie.
Nu, de islam of moslims moeten dat op dezelfde manier, dat leerproces, ik spreek van een leerproces, moeten dat leerproces doorgaan. Andere godsdiensten hebben dat ook moeten doen, of zijn daar ook nog mee bezig. Trouwens, er zijn nog christenen die helemaal niet klaar zijn met dat leerproces. Er wonen er een paar, een beetje in Nederland rond de Bijbelbelt, en er wonen er heel veel in de Verenigde Staten. Dus u aanpassen aan de verworvenheden van de wetenschap, u aanpassen aan de verworvenheden van de seculiere uitgangspunten van de seculiere rechten. Dat vergt een leerproces. We moeten daar niet flauw over doen. Nee, godsdiensten staan op gespannen voet daarmee. En we moeten dus, en vandaar ook het belang van, terug van onderwijs, we moeten mensen daarin begeleiden. We moeten mensen tonen dat dat kan. Ook om de islam-pessimisten ongelijk te geven. Moet je tonen dat religies geen essentialistische brokken zijn, inderdaad stukken tekst die oninterpreteerbaar zijn. Nee, het zijn zaken die mee kunnen evolueren doorheen de tijd en die zich kunnen aanpassen zonder dat ze de essentie moeten verloren. Een heel concrete vraag voor Sheriff. Is het mogelijk dat de islam evolueert, dat je een gematigder Europese islam krijgt? Dat zijn de concrete vragen. Die vraag is al een probleem, hè? Is het mogelijk dat er een gematigde... Dat betekent al dat u een definitie hebt gegeven aan islam de dag van vandaag. Hè. Nu, gewoon even... Ik zal erop antwoorden, maar ik wil even teruggaan naar hetgeen dat professor zei. Ik ben daar volledig mee akkoord. Die evolutie moet komen. Maar wij bepalen wat die evolutie moet zijn, in welke richting dat die moet gaan. Die wordt niet bepaald door andere mensen die het voor ons dan gaan uitleggen en ons gaan laten zien van kijk, dit is hetgeen dat jullie moeten bereiken, want wij hebben het ook bereikt. Hè. Dat is een beetje zoals democratie toepassen in het Midden-Oosten. Als wij gewoon gaan kijken naar hetgeen dat de afgelopen jaren gebeurd is in het Midden-Oosten, het is een ramp. Waarom? Omdat je het iets wilt opleggen in plaats van dat je effectief moet afwachten, geduldig moet afwachten, tot de evolutie effectief komt. Die evolutie is steeds bezig. Islam is niet gestopt. Ik heb het gevoel dat mensen zo een visie hebben van dat islam gestopt is in de middeleeuwen. Ijtihad, degene die de deur van ijtihad willen sluiten, dat is hun eigen keuze. Maar de deur van ijtihad, van die evolutie, van die op zoek gaan naar antwoorden op moderne of nieuwe problemen, die is nooit dichtgegaan. Het enige probleem is dat men hier in Europa, kijkt men naar bepaalde personages of kijkt men in bepaalde richting en men zegt, dit is islam. En al hetgeen dat die anderen zeggen, is eigenlijk geen islam. Die zijn aan het liegen, of die zijn taqiyya aan het toepassen. Voor degenen die niet weten wat taqiyya is. Dat is iets dat niet in onze principes zit, in Soenitische islam. Dat leidt me eigenlijk terug naar de discussie van islam. Wat is islam? Ja, er zijn Soenieten, er zijn Shiiten, er zijn ook Ahmadiyya. Binnen de Soenitische stroming of binnen de Soenitische school zijn er nog 4 wetscholen die aanwezig zijn. Islam is veel meer dan hetgeen dat men denkt. In tegenstelling tot de katholieke kerk hebben we geen paus die alles voor ons bepaalt. Wij hebben 1400 jaar aan evolutie, aan echt wel op zoek gaan naar oplossingen voor elke moderne probleem. Verder evolutie is dus mogelijk. En dat is nog altijd niet gedaan. Natuurlijk is dat mogelijk, het is aan de gang. Het is gewoon zo dat mensen niet weten dat er bepaalde geleerden zijn, auteurs, gemeenschappen, groepen enzovoort, die hiermee bezig zijn. Maar dit is bezig. Maar laat die evolutie dan komen. Probeer niks op te leggen. Galitia, ziet u die evolutie ook? Ik wil mijn diepste treurnis uiten omwille van hoe dat debat nu verloopt. We zijn eigenlijk nu een beetje bezig op de theologie, een beetje dieper ingaan op theologische kwesties, maar daar heb ik het niet over. Ik ben hier niet om te spreken over wat zegt islam of dit. Wij als moslims, wij ervaren gewoon een dubbele standaard. Als we kijken naar het homofobiedebat, dat wij vandaag eigenlijk niet moeten voeren, er komen nog genoeg momenten voor een homofobiedebat die op constructieve en serene manier kan gehouden worden, maar waar ik het over heb, is over die dubbele standaard. Men heeft inderdaad een verkeerd beeld over wat de moslim denkt over bepaalde thema's, zoals het homofobie-debat, neutraliteitsdebat, etc. Maar over het homofobie-debat, wij vinden gewoon dat daar een perceptiewijziging in moet komen. Want men spreekt niet over de conservatieve Amerikanen die zelfs de homoseksuele geaardheid in twijfel trekt. Daar spreekt men niet over. Of zelfs de Franse liberalen die ook de homoseksuele geaardheid in twijfel trekt. En dat zijn de verzuchtingen van die generatie. Ik zie hun hoe langer hoe meer door de stoel schuiven. En hoe komt dat? Het gaat niet meer over hen. Het gaat over thema's die
weet niet, die, waar dat in andere homofobie-debatten, neutraliteitsdebatten, een constructieve oplossing naar kan gezocht worden. Maar waar dat zij mee zitten, is die dubbele standaard en die perceptie. En vandaag de dag ben ik hier als post-9-11-generatie, wil ik hier een nieuwe wending aangeven. Wat mij betreft, we moeten beginnen met te kijken naar die perceptie, hoe dat die sinds 9-11 is gevoerd. En in die zin ben ik pessimistisch, uiteraard. Ik wil eigenlijk een nieuw soort debatmodel creëren. Wat zeg ik? Ik eis dat. En omdat ik dat niet zie, en zeker ook niet in de politiek, van links tot rechts. Want als ik de politiek bekijk, dan zit de polariserende toer op te gaan. En wij willen progressiviteit, wij willen tolerantie en wij willen een centrumverhaal. En zowel binnen de debatten, zowel in de politiek, wij willen gewoon dat het stopt met ons te trekken binnen diep theologische debatten om ons op de beklagenbankje te sturen, om ons aan de schandpaal te nagelen. Nee, wat wij willen een debat waar dat die jeugd hun verzuchtingen, niet-moslim en moslim, dat die worden gehoord. En vandaag de dag eis ik een nieuw debatmodel. We hebben het over onderwijs. Ik heb mijn mening daarover gegeven. Onderwijs, zoals in het wetboek wordt voorgeschreven, wij hebben daar recht toe om zelf een islamitisch geïnspireerd onderwijsmodel te creëren die open staat voor iedereen. Dus het is geen aparte school, maar het is een open school. Wat debat rond verdoofd slachten betreft, dan keer ik weer terug naar de perceptie. Meneer Van Espen was het, ja, u hebt meegegeven dat uw dierenleed heel nauw aan het hart ligt. Wel, dan moet ik je zeggen, dat vindt de islam ook. Dierenleed, de islam gaat daar zelfs op sommige vlakken veel verder in. Maar om maar een context te schetsen over het debat over slachten. Men heeft het over onverdoofd slachten en verdoofd slachten wanneer? Enkel alleen wanneer het offerfeest plaatsvindt. Dan zegt men ja, we moeten verdoofd slachten enzovoort, maar aantal dagen terug op het kanaal 4, dan er is wel even commotie veroorzaakt geweest met Piet Huizentruid, die een levende kreeft doormidden snijdt en op de grill gooit. Ik vind dat veel erger dan een debat dat over ritueel slachten gaat. Ik vraag niet om te spreken over moeten wij verdoofd of onverdoofd slachten doorheen het jaar. Doorheen het jaar heb ik daar zelfs geen vat op. Want ik koop mijn vlees waar een halal label op staat. En ik weet zelfs niet van waar dat die vlees gekomen is. Men geeft mij aan dat dit halal geslacht is. En ik neem daar genoegen mee. Ik ben daardoor gedekt. Wat ik wil, is, zoals ook in de wetboek staat, dat op het religieuze feestdagen, dat ik mijn schaap mag slachten zo op de meest traditionele manier, zoals onze profeet Ibrahim heeft gedaan. En daar heb ik ook grondwettelijk gezien recht op. Dus die commotie die daar rond wordt veroorzaakt, wordt met een dubbele standaard gedaan. Men spreekt, we hebben drie soorten mensen. Mensen die de fundamentalistische seculieren, die eigenlijk zowel over het kosher slachten spreken, over zowel het islamitisch slachten, dus eigenlijk het rituele volledig in twijfel trekken, al sinds voor 9-11. Dan hebben we een tweede groep, dat zijn dan de extreemrechten, die eigenlijk in eenzelfde debat kunnen zeggen, wel, wij pleiten voor het afschaffing van het islamitisch slachten, maar kosher slachten, dat moet kunnen. Dus die nemen we zelfs al niet serieus. En dan hebben we nog een derde groep. En dat zijn dan degenen die ons zogezegd vertegenwoordigen, links. Die hebben altijd een dubbele standaard gehanteerd. Voor 9-11 hebben ze gezegd, ja, dat maakt niet uit. Na 9-11 hebben ze een excuus gevonden om te zeggen, ja, Monica de Koning van SPA bijvoorbeeld, die heeft gezegd van, ja, we moeten dat verdoofd slachten toch invoeren op rituele feestdagen. Daar wij zeggen van, op rituele feestdagen moeten we op een wettelijk kader moeten we daar een recht toe hebben om onze schaap te slachten op de meest traditionele manier. Daar gaat het om. Het gaat om de perceptie. En niet over is de islam zo achtergesteld dat ze nog bezig is met allerhande zaken waar dat menige Vlaming het er niet mee eens is. Daar gaat het niet over. Het gaat over de perceptie. Ja, maar natuurlijk, wat betreft het rituele slachten, hè, u spreekt over dubbele standaard, hè? Maar de huidige regelgeving is precies een dubbele standaard. Want het is voor iedereen verboden om onverdoofd te slachten, uitgezonderd in een rituele context. Weet u wat verdoofd slachten inhoudt?
Maar goed, laten we daar... ik wil er heel snel één ding over zeggen. Als men over verdoofd slachten spreekt, het lijkt zo een rooskleurig iets, hè, verdoofd. Dat is geen schaap dat je aan een infuus steekt en dat zo overleed. Maar het is duidelijk, ik heb dat ooit met mijn eigen ogen gezien, dat is 220 volt dat door die oren van die schaap doorheen gaat. Als ik dat kijk vanuit menselijk standpunt, dan lijkt dat voor mij een marteling. Lijkt. En maar even, hè. Ik heb onlangs nog met veterinairs samengezeten, hè, die pijnstudies doen enzovoort. En daaruit blijkt heel duidelijk, is consensus bij alle veterinairs, hè, vanuit die wetenschappelijke hoek, dat onverdoofd slachten niet ter voordeel is van het dierenwelzijn. Mm-hmm. Maar het probleem is gewoon dat schijnbaar alleen op tijdens het offerfeest ter sprake komt. En daar gaat het mij om. We kunnen hier een debat houden over het ritueel slachten. Dat wil ik niet doen. Maar ik wil alleen duidelijk stellen dat die dubbele standaard dat die er heerst. En zeker sinds de 9-11-periode dat alleen maar is toegenomen. Dubbele standaard. Ten aanzien van de moslims en de joden. Hè? Er is wettelijk ook vanuit Europa een richtlijn die rond dierenwelzijn gaat en waarin staat... Laten we daar niet zo veel diep op in. Sheriff, je wou reageren? Mijn eerlijke mening is, wij zijn geen wetenschappers, dus laten we alstublieft niet zeggen van ik heb met die gezeten en die heeft dat gezegd, want er zijn andere wetenschappelijke onderzoeken die het tegendeel bewijzen. Als we gewoon kijken naar professor Willem Schulze van de Universiteit van Hannover, zoek het gewoon op het internet, contacteer de universiteit, dan ga je zien dat die andere resultaten hebben. Nu, ik zeg, laten we gewoon eerlijk kijken naar dit, maar geef dit over aan de wetenschappers. Laat de wetenschappers samen met de theologen hierover spreken. Hetgeen dat ik wil benadrukken, is dat islam niet... Want dat heb ik ook niet graag. Wanneer dat men zegt islam is voor of islam is tegen, dat is een beetje alsof dat wij allemaal in een groep steken. En we plakken dan een naam erop. En iedereen die zegt dat die moslim is of islam heeft als godsdienst, denkt zus of zo, of heeft die en die mening. Ik wil gewoon zeggen dat wij als moslims, ik als student, mijn leraren bij wie ik studeer, de geleerden met wie dat ik gesproken heb, de artikels die ik gelezen heb enzoverder, wij zijn niet tegen verdoofd slachten. Er zijn bepaalde voorwaarden die voor ons enorm belangrijk zijn bij het verdoven van het dier. En als die niet gerespecteerd worden, dan kunnen wij geen serene, een eerlijke en open debat voeren. Waarom? Want wij zeggen pro of tegen verdoofd of onverdoofd slachten, maar we hebben het nog niet gesproken over hoe wordt die verdoving toegediend. Er worden bijvoorbeeld kippen in kamers gezet en dan komt er een gas vrij en zo worden die verdoofd. En er is een ander soort verdoving en dat is met elektriciteit. Ik denk dat het bijna nog een derde verdoving, dat is met een pistool door het hoofd van de koe. Ik denk dat het bijna tijd is voor vragen uit de zaal. Maar ik heb zelf aan jullie vieren nog één vraag. En de organisatoren zeggen, we moeten het wij-zij-denken verminderen. We moeten zorgen dat er toenadering is, dat er daardoor ook minder discriminatie is. Ja, misschien het rijtje afgaan. Hoe kunnen we dat wij-zij-denken verminderen? Kan dat? Zal dat ooit lukken? Dat zal ooit lukken als men begint met de jeugd erbij te betrekken. Dat is al één zaak. Ten tweede moet men in een serene debat moet men durven alle zaken op tafel gooien en daar een constructieve oplossing naar zoeken. Dat is de tweede zaak. En ten derde, we hebben het eigenlijk niet echt zozeer over de politiek gehad, over hoe dat de moslim eigenlijk kijkt naar hoe dat de politiek nu wordt bedreven. Dat is eigenlijk toch wel een factor dat enorm heel hard doorspeelt over hoe dat de samenleving en de publieke opinie wordt gevormd. Wel, deze verkiezingen heb ik gehoord dat heel veel moslims eigenlijk een signaal willen geven om te tonen dat zij het wij-zij-denken niet meer aanvaarden. Dus in de politiek gaat men zodanig polariserend te werk dat men het wij-zij-denken stimuleert. Zo van links tot rechts. Als je kijkt naar de meest linkse partij, PvdA, de meeste moslims die hebben dan zo'n indruk van ja, ze respecteren ons niet, want ze beperken onze politieke bewustzijn slechts tot twee factoren. En dat is de hoofddoekenkwestie en ten tweede het slachtenkwestie. Maar sorry, dat is een belediging voor een generatie die eigenlijk met veel meer verzuchtingen zit. Dus voor PvdA,
Daar zou ik mij niet meer achter schouwen. Groen bijvoorbeeld, die heeft ook altijd een inconsequente houding aangenomen over dierenleed. Want men spreekt hier over dierenleed. En zij stellen de rituele slachten in vraag. Maar als men dan spreekt over visvangst bijvoorbeeld, waarbij eigenlijk ook de vissen worden niet verdoofd in het water of zo. begrijpt u? En dat is eigenlijk een inconsequente houding. En er zijn bepaalde mensen in die partij waar moslims niet achter staan. Ik denk dan maar aan een Lucas van der Talen bijvoorbeeld. En de SPA, ik heb daar al een bepaalde voorbeelden van gegeven waarom ze hun betrouwbaarheid verloren is. En dan ook in de partijen zoals CD&V, die toch wel een zeker charme uitstralen, omdat ze vanuit christelijke grondslagen eigenlijk zogezegd hun politiek bedrijven, maar dat is meer en meer aan het verdwijnen. En ik ben ervan overtuigd. Er blijft niet veel meer over voor u, als ik u zo hoor. Er blijft niet veel meer over. Er blijft niet meer veel over. En als ik de rechtse partijen even uit immorele zaak even aan de zijkant beschouw, dan zeg ik dat wij dit keer blanco moeten stemmen om een signaal te geven. En die jeugd, die post-9-11 generatie, die ondersteunt dat. Die ondersteunt dat, want zij vinden zich nergens vertegenwoordigd in geen enkele partij. En ze vinden dat links en rechts tegen elkaar opgezet wordt en het wij-zij-denken stimuleert. En ze willen een centrumverhaal. En dit jaar gaan ze dan daarom, heb ik heel veel stemmen gehoord, om daar een signaal naar te geven en daarom blanco te stemmen. Ja, Kurt van Espen, ziet u een toenadering mogelijk dat het wij-zij-denken gaat verminderen de komende 10, 20, 30 jaar of ik weet niet hoe lang? Ja, zoals ik al in het begin zei, ik ben van nature uit een enorme optimist. Ik hoop dat wij zij denken dat iets is dat gewoon volledig tot het verleden gaat behoren. Ik ben blij dat de partijen die u opnoemt, dat het allemaal partijen zijn die het communautarisme promoten, hè, dus het groepsdenken promoten. Hè. Er is één partij die dat niet doet, hè, die u nog niet vermeld hebt. Hè. En ik nodig u uit om eens te komen kijken naar ons bestuur in district Antwerpen. Hè. Onze voorzitter, dat is een Chinees, maar we hebben heel veel moslims. We hebben Joden in ons bestuur. We hebben op een VLD zeer, dan? Zeer divers, dat is ook een VLD, ja. Nu, zijn inderdaad verkiezingen, debat, maar goed, het wij-zij-denken. Wij zijn een partij die niet als wij-zij-denken, maar wij gaan dus uit van het standpunt van het individu. Ik ben ook zeer blij met eigenlijk de visie die u aanneemt tegenover vanuit rechtsgeleerdheid dan, hè, tegenover de islam. Het feit dat u bevestigt dat daar toch ook bepaalde evoluties in plaats hebben en zo, dat zijn dingen die eerlijk gezegd voor mij een beetje nieuw waren. En ik kan dan ook alleen maar vragen van zorg ervoor dat soort standpunten, dat meer in debatten naar voren komt. En dan ja, tenslotte, ik koop ook mijn vlees bij een halalslager, maar dat is gewoon omdat ik het lekker vind en wat dan een sympathieke slager is. Dus. Ja. Sheriff, ja, ziet u die toenadering voor mogelijk? Want u hebt hier inderdaad openingen gemaakt. Ik heb die heel duidelijk gehoord. Maar de meeste mensen weten dit natuurlijk niet. Nee, ik wil me eerst excuseren bij onze twee gasten, bij u ook natuurlijk. Als ik iets gezegd heb dat misschien agressief was. Ik ben soms een activist en soms ben ik heel rustig. En nu was ik een beetje te activistisch, denk ik. Dus mijn excuses in ieder geval. Bij mij... En ik ben niks en niemand, hè, maar bij mij zijn jullie altijd welkom om allerlei vragen te stellen over allerlei zaken. Ook al gebeurt dat in Mongolië, ik zal waarschijnlijk oftewel zelf een antwoord kunnen geven of iemand vinden die jullie een gepaste antwoord kan geven. Ik ben ook vrij optimistisch. Ik denk dat professor hier daar straks dat ook gezegd heeft. Ik zie mezelf ook als optimist. En ik zie zeker wel... Ik zie veel positieve zaken hier in België voor ons, in Vlaanderen. Dus ondanks het feit dat we nu dit debat bijvoorbeeld hebben gevoerd en misschien niet eens zijn over alle zaken, zijn we denk ik het eens over principiële en de fundamentele zaken. En dat zijn zaken zoals vrijheid, zoals ook vrijheid van meningsuiting, ook individuele verantwoordelijkheid en geen collectieve verantwoordelijkheid en zo verder. Hè. We zijn allemaal tegen onrecht en zo verder. Dus wij zijn uiteindelijk... Vlamingen. Wij zien er misschien anders uit. We hebben een accent hier en daar. Ons eten heeft misschien een andere geur af en toe. Maar onze Marokkaanse thee is altijd lekker. Maar dus de meerlage identiteit, dat is mogelijk? Ik denk dat het zeker positief is. En het kan alleen maar beter worden. Inshallah, zoals wij zeggen. Professor Lobuik, ja, hebt u hier positieve signalen gehoord?
dat het wij-zij-denken kan verminderen? Wel, het kan zeker verminderen, omdat we nog altijd in een wij-zij-stramien zitten. En ik geloof ook wel inderdaad dat dat kan verminderen. Maar opnieuw realistisch, hè. Kijk, samenleven en diversiteit is een moeilijke oefening. Hè. Zowel voor de gastsamenleving, als ik dat even zo mag noemen, als voor de nieuwkomers, ook al zijn ze al inderdaad verschillende generaties hier. Dat vergt een inspanning. En we moeten, en misschien hebben bepaalde partijen daar misschien ook een beetje naïef over gedaan, hè, over dat multicultigedoe en diversiteit en lekkere couscous en zo. Het is meer dan dat. Hè. Het is samenleven vergt een inspanning. Vergt een inspanning, zowel van de gastsamenleving, die ik al soms in bepaalde omstandigheden niet meer de meerderheid kan noemen, want er is superdiversiteit, hè, waarin de meerderheid ook al een minderheid is geworden, hè, zoals hier bijna in Antwerpen het geval is. Hè. Maar ook van de nieuwkomer, of de mensen met een migratieachtergrond. Hè. Er is zeker nog werk aan de winkel. Ik denk, één, het onderwijs moet duidelijker inzetten om dat wij-zij-gevoel te overstijgen en om inderdaad mensen bewust te maken dat ze allemaal gelijk burger zijn van deze samenleving. En in die zin zou ik eigenlijk als suggestie voor de volgende Vlaamse regering, hè, ik heb dat ooit al eens in een opinie geschreven, we hebben altijd een minister van inburgering of van integratie. Hè. Wel, laten we eens een minister van samenleven hebben. Hè. Want het inburgeren en integratie geeft te veel de indruk dat er een groep is die zich moet aanpassen. Terwijl het natuurlijk gaat om ook een samenleving die zich moet aanpassen. De nieuwkomers van in de jaren 70 enzovoort, die zijn hier gekomen om te werken, maar die zijn natuurlijk hier ook oud geworden. Onze bejaardentehuizen zijn er niet klaar voor. Ons onderwijs is er nog altijd niet klaar voor. De werkvloer is er niet klaar voor. Dus we moeten daar duidelijker, en ik denk dat dat niet slecht zou zijn, om dat een duidelijk politiek mandaat te geven. En die Vlaamse regering bijvoorbeeld, niet onder de inburgering, ik vind dat een goede zaak, dat, dus in de betekenis dat mensen hier de taal leren, ik vind dat een element van elementaire beleefdheid. Mensen komen naar hier, ze gaan hier blijven, leg ze even uit hoe de zaak hier in elkaar zit, welke taal hier spreekt enzovoort. Dat heeft ook niks met aanpassing te maken. Het heeft te maken met elementaire beleefdheid en mensen kansen geven. Mensen de kansen geven om hier te participeren. Maar het moet meer zijn dan dat, het verhaal moet meer zijn dan dat. Het verhaal moet ook zijn, hoe gaan we als gastsamenleving ons structureel instellen op de aanwezigheid van nieuwkomers en van diversiteit. Want we mogen niet vergeten, we zijn een multiculturele samenleving, maar we zijn ook een immigratiesamenleving. Jaarlijks komen er meer dan 100.000 nieuwkomers naar België. Dat zal binnen 10 jaar niet anders zijn. Hè? Het zal misschien nog meer zijn. Hè? We moeten ons daar structureel op instellen. En dat vergt ja, toch ook wat politieke moed. En ik zou dat als suggestie dan meegeven naar de volgende regering. Ja. Heeft iemand vragen voor de panelleden? Steek je arm op. Ja, mevrouw. En hebt u een vraag voor iemand? Hebt u een vraag voor iemand? Wat ze van de PvdA vinden? Ja, laten we meteen een reactie vragen aan de man die graag reacties geeft over politieke partijen. Ja, ik ben sinds 18 jaar bezig met de politiek en met dat op te volgen. Werkt dat tenminste? Ah ja. Ik vind dat allemaal goed, hè, waar ze naartoe willen gaan. Ze willen het hoofddoek terug toelaten. Ze willen de rechten van die hoofddoekendragers. Ze streven ernaar om die weer op te eisen. Ze steunen de Palestijnen. Zo. Dat juich ik allemaal toe. Maar als ik de PvdA toch bekijk en hoe dat hun houding was
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en wat ze daarna hebben gedaan, dan kom ik tot de spijtige vaststelling dat ze eigenlijk een soort hypocrisie hebben gehanteerd. Ze azen eigenlijk enkel op de verontwaardigde kiezer en komen niet echt met een verhaal. Allee, ik bedoel, ik weet niet of dat ik gestimuleerd word om op een partij te stemmen als ik een week daarvoor een sms krijg, stem op de PvdA, want al de andere partijen zijn slechter en het zijn enkel wij die voor de hoofddoek opkomen, enkel wij die voor het onverdoofd slachten zijn. En ik vind dat eigenlijk een soort hypocrisie, want zij hebben na de verkiezingsresultaten in de gemeenteraadsverkiezingen hier in Antwerpen, hun hoofddoel was, net zoals de moslimkiezer, om een nieuwe bewind aan de macht te krijgen hier in Antwerpen, dus weg met de SPA. Wat hebben ze gedaan in Borgerhout? Ze hebben een reddingsboei geworpen naar de SPA, waardoor ze eigenlijk een soort kiezersbedrog hebben gepleegd. Dus in die zin, dat is eigenlijk de reden waarom ik niet meer op hun stem, omdat de betrouwbaarheid eigenlijk zoek is. En die onrespectvolle houding naar de moslim toe, dat is eigenlijk het feit waarom dat de meeste mensen beginnen te twijfelen. Ze zijn eigenlijk meer uit op electorale groei. En wat ze daarvoor moeten doen, dat maakt niet uit. Ze willen gewoon Peter Mertens in het parlement. Ja. Meer willen ze niet. Ja. Ja, ik zal mij even voorstellen. Ik ben Zora Otman. Ik kom op voor de Kamer. Tweede plaats, PvdA. Ik ben districtschepen in Borgerhout van jeugd. Dus als u mij toelaat om toch even te reageren op de aantijgingen die hier vanavond worden gezegd. Dus ik wou eerst reageren op de blanco-stem. Dus u roept op om blanco te stemmen. Ik vind, sinds dat ik districtschepen ben van jeugd, heb ik heel hard mijn best gedaan om participatietrajecten op te zetten met de jongeren. En dus mening dat de jongeren vinden dat ze niet vertegenwoordigd zijn, strookt niet met wat ik meemaak op de pleinen, in de straten, in de wijken, in de buurten, in de verenigingen. De jongeren snakken naar participatie, snakken om deel uit te maken van het beleid en willen betrokken worden in wat er gebeurt in hun wijk en in hun district. En dus het eerste wat zij daartoe moeten doen, is stemmen op mensen die dat met hun gaan doen of vertegenwoordigen. Ja. Dat is het eerste punt. Het tweede punt over die blanco-stem. Als u oproept om blanco te stemmen, betekent dat juist dat die stemmen gaan naar die immorele partijen, zoals u ze noemt. Dan twee, op electoraal gewin. Hè. Dus dat is niet waar. Ik raad u aan, ik adviseer u om op de website te gaan van de gemeenteraad en alle interpellaties van onze gemeenteraadsleden in Antwerpen over thema's die moslims aangaan, na te kijken en dat te beoordelen in plaats van... Ik denk dat er nog hier wel andere vragen zijn dan de PvdA. Mag ik daar alsjeblieft op antwoorden? Want er is toch wel een vraag teruggericht naar mij. Hè? Waarom dat ik expliciet met die blanco-stem kom? Ik stel haar participatie, haar inzet, haar moed, ik stel die totaal niet in vraag. Hè. Haar participatie en haar werk als districtsvoorzitter juich ik toe, maar ik praat enkel over de houding van haar partij naar de kiezer toe. En de blanco stem, dat ze zeggen dat dat naar de immorele partij gaat, dat is een leugen. Jullie zijn het duidelijk niet eens. Laten we naar een volgende vraag overgaan. U wou een vraag stellen, mevrouw? Goedenavond. Mijn vraag is vooral naar Kurs van Espen. U sprak over de vrijheid, hè, dus dat we vooral de vrijheid van anderen niet mogen beperken. Nu, dan vraag ik mij af, als bekeerling, als Belgische vrouw, hoe zit het met onze vrijheid? Dus ik ben hier geboren, ik ben hier getogen. Ik probeer mijn kinderen hier groot te brengen in een nogal maatschappij die ik persoonlijk vrij moeilijk vind. Niet alleen naar mijn eigen kinderen, maar naar andere kinderen. We zien vaak zaken verkeerd lopen. Onze jongeren hebben vooral problemen met hun eigen persoonlijkheid te vinden. Waarom? Omdat zij vooral belemmerd worden in een heel aantal zaken. Wij willen onze jongeren sturen, maar wij krijgen gewoon geen vrijheid om dat te doen. Dus mijn vraag is, van als u zegt van de vrijheid mag niet beperkt worden, waarom wordt onze vrijheid dan wel beperkt? Ja. En wanneer u onze zegt, wat bedoelt u dan precies met onze, van onze gemeenschap? Ja. Wel, ik denk dat je hierbij, dan zonder al te filosofisch te worden, er is een filosoof, Isaiah Berlin, die heeft ooit twee vormen van vrijheid gedefinieerd. Hè. Die zei van, je hebt enerzijds, bestaat een vorm van vrijheid, dat noemen we vrij laten. Hè. Dus wat wil dat zeggen? We gaan ervoor zorgen dat er geen overbodige wetgeving is, geen overbodige beperking enzovoort.
Dat is eigenlijk het soort vrijheid dat vooral, laten we zeggen, de libertariërs, en dat bedoel ik eigenlijk, die wat vaak ultraliberalen, anarchistische liberalen eigenlijk aanhangen. En dat is een vrijheid die volgens mij niet ver genoeg gaat. Want daarmee ga je de zwakkeren in de maatschappij, of jongeren die zich misschien niet helemaal kunnen vinden enzovoorts, die ga je daar onvoldoende kansen geven. En een heel belangrijk begrip voor liberalen, dat is gelijkheid van kansen. Vandaar dat liberalen ook heel veel belang hechten aan wat we dan noemen de positieve vrijheid, en dat is het vrijmaken. Dus daarbij ga je dan kansen scheppen. He, voor degenen die toevallig het wat minder goed stellen, degenen die misschien langdurig ziek zijn, misschien ook de jongeren die op een bepaald moment zich niet helemaal goed voelen enzovoort. Hoe dat je dat precies gaat doen, ik ben geen socioloog, dus dat is een vraag die ik u niet kan beantwoorden. Ik kan alleen maar zeggen dat inderdaad terecht een belangrijk thema is. Waar dat wij altijd in kastjes worden geduwd. Waar wij nog altijd, wij leven nog altijd in een kastensysteem. Er wordt zo'n rode draad gelegd. En daar moeten wij aan typeren. Daar moeten wij aan typeren. Als je daar niet aan typeert, dan zet je eigenlijk niet van de juiste standaard. Ja. En ik denk dat we daar een beetje van moeten afstappen. Een kort repliekje en dan een volgende vraag. Absoluut, ik zou daar heel, heel graag en heel lang over kunnen praten, maar ik denk dat we dan eigenlijk een beetje het thema van de avond van vandaag voorbij gaan. Nog vragen? Ja, meneer achteraan. Salaam alaikum, goedenavond allemaal. Ik zal me wel voorstellen, zoals ik Zohra hier, Sheba Mohamed van de PvdA, gemeenteraadslid van Antwerpen. Ik moet eigenlijk spijtig zeggen tegen mijn broeder Galitaren dat hij eigenlijk onze programma maar eens moet lezen en eens luisteren naar wat Zohra heeft verteld. Goed, we hebben het PvdA-thema denk ik voldoende behandeld. Okay, ik zou willen overgaan naar Ja, dat klopt. Oké, ik wil nog wel één ding zeggen aan van de blanco stem. Dus als je niet gaat stemmen, weet verdorie, heel juist, dan ben jij voor het hoofddoekenverbod. Dan ben jij voor de elitescholen. Dan ben jij voor de uitsluiting. Dat wil zeggen dat jij er niks aan gedaan hebt voor discriminatie. En aan de rechtse meneer, aan Lopik, wil ik vragen eigenlijk, hoe komt dat dat toen de BBB-code, dat eigenlijk alleen maar interim adico is aangesproken geweest in de rechtszaal? En waarom niet al die bedrijven? Dus eigenlijk heeft de overheid eigenlijk een grote schuld hieraan dat ze meegedaan hebben aan discriminatie van al de mensen die van etnische afkomst zijn. Dank u. Ah, dat is misschien een vraag op zich. Ja. Ja, goedenavond. Ik zie dat debat nu een politieke wending heeft genomen. Dus ik zou graag een paar punten aanhalen die meer over islam en religie gaan. Hè. Dus aan Khalid, proficiat, we zijn een jonge gast, toch wel uw eigen uitslag kunnen trekken. Maar ik vind dat je bent een 9-11 generatie en je denkt, of je pretendeert dat de islamofobie vooral na 9 september 9-11 gegroeid is. Maar je moet het eigenlijk veel breder trekken. Ik vind dat het Westen heeft eigenlijk vanaf de opkomst van de islam heeft eigenlijk de islam als de antithese van het christendom gezien. En heeft de profeet van de islam als de valse profeet gezien. Dus ook in de middeleeuwen, de kruisvaders wilden eigenlijk de valse religie verdraaien vanuit Jeruzalem. Dante heeft de profeet van de islam in het vagevuur gezet. Voltaire, in het verlichtingsdenken, heeft hem de Mahoon genoemd. En dan heb je de kolonisatie in de Arabische wereld. Specifiek op de islamitische wereld heeft Europa de landkaart willen herschikken. Dus dat is echt, ze hebben altijd gezien de islam als de antithese van het Westen. Dus ik vind dat zeer belangrijk. Nee, ik ben nog niet klaar, sorry. Dat is voor Khalid. En dan, dus islamofobie zit eigenlijk in de genen van het Westen. En dan heb je secularisme, dat heeft opgetreden in het Westen. En wat dat meneer Van Looybroek zegt, Looybuik zegt, over zijn stelling van islam en democratie. Hij zegt van, ik ben daar een realist in.
maar ik vind dat u als filosoof eigenlijk moet zien dat dat eigenlijk een drogreden is en vertrekt vanuit de verkeerde premisses. De vergelijking is niet islam en democratie. Het zijn twee systemen gaan sowieso niet samen. Zoals christendom en democratie niet samen gaan. Je moet eigenlijk zien hoe dat moslims welk verhaal ze kunnen spelen in een democratisch systeem. Dat is eigenlijk dus de premisse die je moet aannemen. En dan voor meneer Van Espe. Dus de islamofobie is eigenlijk heel latent. En uw uitspraak, de vergelijking van iemand die een hoofddoek draagt achter een loket, en daar direct zeggen van, stel je voor dat iemand een tatoeage heeft of een t-shirt met iets negatiefs over de islam. Als je dat naast elkaar steekt, op een vergelijke voet zet, dan geeft u eigenlijk toe dat er latent islamofobie is. Want islam is een religie die in 1974 erkend is. En toch zit u die naast eigenlijk nazisme of naast mensen die eigenlijk oproepen tot haat en geweld. Terwijl er wetten zijn die dat verbieden. En er zijn wetten die de islam als eredienst erkennen. Dus dan zie je dat dat eigenlijk altijd speelt. En dan, sorry, nu heb ik één vraag en dat is voor Sherif. Dus over de moslimscholen. Ik vind dat dat eigenlijk een reactie is op het hoofddoekverbod en ik vind dat een slechte reactie. Dus daarom mijn vraag aan meneer Sherif is van, wat is nu de meerwaarde heel concreet van de islamitische school? En twee, de islamitische wereld heeft ook islamitische scholen en daar zien we geen meerwaarde. Ik vind dat de islamitische wereld vandaag de dag op geen enkel domein, wetenschappelijk dan, eigenlijk een avant-garde heeft. Dus wij moeten eigenlijk onze kennis hier zoeken, in het Westen. En nu haalt Andalusië aan, dat was net het omgekeerde. Toen zaten de moslims veel verder vooruit en toen kwam het Westen kennis zoeken. Dus ik zou eigenlijk vinden dat wij hetzelfde moeten doen. Dus geen islamitische scholen, maar... Ja, Sherif, kreeg de vraag. Waarom moeten die islamitische scholen er komen? Ik heb nooit gezegd dat er wel of geen islamitische scholen moeten komen. Ik heb gewoon een eerlijke mening gegeven, niet als theoloog, want ik ben geen theoloog, ik ben student theologie. Ik heb een mening gegeven, dat is mijn persoonlijke mening, dat is geen theologische mening. Dat is dat als die islamitische scholen komen als reactie op, dan vind ik het, dat is mijn persoonlijke mening, een slecht idee. Wat is de meerwaarde van een islamitische school? De visie van de islam, dat de islam heeft op andere moslims, maar ook niet-moslims, vind ik een veel betere visie dan de visie die nu heerst. Dat is namelijk in geschiedenis over islam, bijvoorbeeld. Dan zie je dat er een bepaalde invalshoek wordt gebruikt om bepaalde evenementen die plaatsgevonden hebben binnen de islamitische geschiedenis uit te leggen. En dat is iets dat je in de islam of in islamitische school niet zou moeten zien. In islamitische scholen is de meerwaarde dat de visie veel meer open is en kijkt intern naar hoe die bepaalde ideologieën, godsdiensten, groeperingen naar zichzelf kijken. In plaats van wij bepalen hoe het allemaal eruit ziet. Want dat is nogmaals mijn persoonlijke mening. Ik wil ook heel kort reageren. Ja, dus hij schetst de context eigenlijk vrij breed. Hij gaat ver terug in de geschiedenis. Maar ik ben 20 jaar en ik spreek eigenlijk vooral vanuit mijn jeugdigheid, wat dat ik heb gezien, welke tendensen ik heb gezien. En ik vind dat sinds 9-11, en dat vinden velen, dat er een negatieve sfeer is ontstaan, eigenlijk die vooral indiept op de islam zelf. En dat er een soort islamitisch vraagstuk is gecreëerd. Want ik heb dat eigenlijk nog niet verwoord in het debat, waarvoor mijn excuses. Want het 9-11-tijdperk en enkel alleen gedefinieerd worden onder een islamitisch vraagstuk, dat creëert. Daaronder valt al die debatten waar wij hier kleine stukjes van hebben gevoerd. Het homofobie-debat, het neutraliteitsdebat, hoofddoekendebat, religieus slachten, dat valt daar allemaal onder. Maar waar het mij om ging, was dat islamitisch vraagstuk, dat daar de moslim het leidend voorwerp is, zowel met korte ei als met lange ei. En ik introduceer hier eigenlijk een vraagstuk dat is vormgegeven door iemand, een hoofdredacteur van onze opinierende website. Dat is Farid Zehnoun, de hoofdredacteur van De Andere Mening. Hij had in 2010 het islamitisch vraagstuk vormgegeven en hij had daar eigenlijk de link gelegd met de Jewish question, die destijds, toen bij de Holocaust en zo, in het Westen heerste. En daarom, vandaag de dag, ik plaats al die debatten onder een
gelijkwaardige noemer, en dat is het islamitisch vraagstuk. En die jongeren, die jongeren van vandaag de dag, die post-9-11 tijdperk, diegenen die jonger zijn dan 25 jaar, die streven naar een samenleving waarbij dat de perceptie verandert. En het is de perceptie waar ik vandaag heb aangehaald, waar het schoentje wringt. En ook die jongeren die van die post-9-11 tijdperk zijn, die worden bijna zelden of nooit verhoord in het debat. Dus vandaag de dag was het eigenlijk vooral mijn taak om daar een elan in te creëren, om de verzuchtingen van de jeugd deels aan bod te laten komen. Intussen heeft iemand anders al de microfoon. Ja, formuleer uw vraag. Ja, ze hebben die drie keer in mijn handen gestopt. Ik weet ook niet waarom. Ik al, zijn er nog vraagstellers? Of, ja, ik had een vraag hoor. Maar, ja, vraag maar. Ja. Oké, okay. Vonne. Ik ben Suleiman, ben ook een bekeerling. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik heb er enorm veel uit geleerd. Langs de andere kant heb ik enkele oprechte vragen die totaal geen aanvallende basis hebben. En zowel naar onze moslimbroeders als naar de nobele aanwezigen. We hebben gezegd dat een school een weerspiegeling moet zijn, als het ware, van de maatschappij waar dat wij in leven. Dat heeft onze professor ook aangehaald. En zeker met het boek over het lef, meer lef was het? Oké. Okay. Dus dat als het ware, dat er meerdere beschouwingen, levensbeschouwingen onderwezen moeten worden en dergelijke. Maar dan stel ik mij de vraag van, hoe kunnen wij dat tot bij de student brengen als we eigenlijk de student al van het begin vragen om zijn levensbeschouwing aan de deur af te zetten? Dus dat is de eerste oprechte vraag. Dus dat ik denk van, hoe gaat men dat klaarspelen? Van te zeggen van, kijk, er zijn meerdere beschouwingen, iedereen heeft zijn eigen identiteit, zolang dat het de vrijheid en de veiligheid van de andere burgers of de individuen binnen de maatschappij niet in gedrang brengt, dan zou er plaats moeten kunnen zijn om uzelf te blijven. Dus dat is de eerste vraag die ik stelde. Nu zou ik de rollen willen omkeren. Dus men zegt, waarom een eigen school? Ik ben van de opinie dat er geen eigen school moet zijn, maar vanaf het moment dat iemand zichzelf niet meer kan zijn, of beter gezegd mag zijn, het gaat niet over kunnen, het gaat over mogen, en dat iemand zegt van, kijk, dat is wie ik ben, ik heb het niet over vrouwen die gedwongen worden om het hoofddoek te dragen. Ik heb het over vrouwen die dat de keuze zelf gemaakt hebben om het te dragen. Dus laat ons die vrouwen als mensen zien, zoals Sharif daarjuist zei. En dat is gewoon de manier waarop dat zij zich willen kleden. Dus nu om terug te komen, het gaat niet alleen over het hoofddoekendebat, ik kom direct aan mijn vraag. Dus nu, vanaf het moment dat men tegen een persoon zegt, wel, je mag wel ons onderwijs volgen, maar je mag jezelf niet zijn. Hoe ga je dat op dat moment samenbrengen? Stel dat u in een moslimland bent en je bent daar als gastarbeider, en je komt aan de school en je zegt, nee, u hebt alleen maar recht op onderwijs als u dat doekje op jouw hoofd doet. En jij hebt een alternatief. En dat alternatief wordt u aangeboden door de staat. En die zegt van, weet je wat, jij kan ook jouw eigen school beginnen. Wat ga je dan doen? Jouw eigen identiteit opgeven die niet indruist tegen de normen van de staat waarin dat je leeft? Of ga je dan voor dat alternatief dat zichzelf aanbiedt? En dan is het heel normaal. Dus ik denk dat zulke zaken het juist bemoeilijken en niet vergemakkelijken. Ten derde, dan stop ik echt door. Ten derde, dat is van, ik denk dat deze zaken toch belangrijk genoeg zijn, zonder dat men moet denken dat die te zwaar doorwegen. Ten derde, dan denk ik van waar is heel dit hoofddoekendebat? Ik ben er totaal niet mee, want ik zie het probleem zelfs niet. Snap je wat ik bedoel? Ik zie gewoon het probleem niet. Als men zegt dat die t-shirt, dat wordt heel vaak aangehaald, en ik erger mij eraan, van dat iemand zegt weg met Mohammed, weg met Allah en dit. Om dat te vergelijken met een hoofddoek vind ik totaal uit den boze. Waarom? En daarna zou ik er graag een antwoord op willen. Dat is ten eerste, als ik een t-shirt heb met weg met Mohammed, weg met Allah, als iemand dat wil dragen, dat hij dat draagt. En ik loop daar voorbij, als hij dat wil doen, dat hij het draagt. Maar wat ik bedoel is, dat is een uiting naar een derde. En dat is een symbool. Maar voor de moslimvrouw is het hoofddoek geen symbool. En dat wil ook niet zeggen, ik ben tegen jullie democratie. Wat is het bewijs? Dat deze vrouw met hoofddoek voor het hoofddoekendebat terug te vinden was achter de loketten. Ze stond. Kun je afronden? Ja, zeker en vast. Ze stond in het stemhokje. Dus dat duidt erop dat haar hoofddoek geen symbool was als verzet tegen de democratie, maar dat ze gewoon een vrouw was met een Laten eigen we gewoon identiteit. Een wijs antwoord aan ja, professor Loba. Dat zijn er drie in totaal. Goed, ik ga kort zijn op uw lang betoog. Hè. Ik ben persoonlijk, ik kan dat nu niet verder uitwerken, ik heb nog een boek geschreven, namelijk De Seculiere Samenleving, waar ik dat verder uit de doeken doe. Ik ben tegen een hoofddoekenverbod en voor lef. Dus ik vraag niet aan mensen dat ze hun levensbeschouwelijke identiteit thuis laten.
Ik denk dat er in de onderwijscontext... Ik denk dat er bepaalde scholen misschien goede redenen hadden om een verbod in te voeren, maar dat dat niet legitimeert dat op 11 september, mooie datum, maar niet 2001, maar 2009, een algemeen verbod moest ingevoerd worden voor alle scholen, ook in Sint-Truiden, voor de Six en voor de... Dus voor alles tegelijk. Dus dat rechtvaardigt dat niet. Dus ik ben daar tegen en ik ben voor lef in het onderwijs. Mag ik nog misschien twee concluderende dingen zeggen? Ik heb mij gestoord aan het beetje paternalistisch stemadvies van u. Wie bent u om te moeten aangeven dat alle moslims als het ware dezelfde politieke keuze zouden moeten maken? Alsjeblieft, denk daar zelf over na. En nog een laatste elementje over het wij-zij denken, want daar ging het over. Wat mij opvalt als een beetje waarnemer, dat is iets dat ik in verschillende discussies zie. Bijvoorbeeld de discussie tussen links en rechts. Zeggen de rechtsen, de media en de samenleving zit vol met linksen. En de linksen zeggen, het zit vol met rechtsen. Hetzelfde discussie hebben we nu met nationalisten en Belgicisten. Die zeggen, de nationalisten zeggen, het hegemonische, het belangrijkste discours is Belgicistisch. En de Belgicisten zeggen, het belangrijkste discours de dag van vandaag is het nationalisme. En ik zie hetzelfde hier. Je hebt mensen in onze samenleving die zeggen, we worden bedreigd door de moslims. Je hebt mensen, die vooral dan in deze zaal zitten, die zeggen, wij zijn moslims en we worden bedreigd door de samenleving. Wat is onze vrijheid, hoor ik daar. Dus ik denk dat we er ook goed zouden aan doen om een beetje, soms ook eens een beetje vanuit de helikopterperspectief te kijken en te zien, wat is er werkelijk aan de hand? En niet ons op te sluiten in ons eigen gelijk en ons eigen perceptie van aan de kant geschoven worden of gediscrimineerd worden enzovoort. De zaak is vaak veel complexer dan dat. En we leven al bij al toch in een vrije samenleving waarin u nogal wat rechten en tools hebt om te participeren. Alsjeblieft, doe dat. Kan ik nog even kort? Het kan zijn dat paternalistisch overgekomen omdat u denkt dat ik mensen opdwing om blanco te stemmen. Misschien is dat zo overgekomen, maar eigenlijk wou ik dat aanbieden als een bewuste keuze. Het zijn eigenlijk die mensen aan de linkerzijde die dat beschouwen als een desinteresse in de politiek. Een soort uiting van, ik wil er niks mee te maken hebben. Maar ik vond dat juist die uiting van wantrouwen naar hoe dat de politiek vandaag de dag gevoerd wordt, dat dat juist vandaag de dag uit politiek bewustzijn moet gebeuren. Ik zeg niet dat iedereen dat moet doen. Ik zeg gewoon, ik mijn mening ventileert waarom ik dat zou doen en waarom dat ik vind dat die 9-11-generatie dat ook eens over moeten nadenken en niet moeten stemmen uit armoede op een partij, omdat het niet anders kan. Dus dat is eigenlijk kiezen tussen pest en cholera. Ik wil gewoon dat ze bewust stemmen. Een laatste woord willen geven aan professor Loobuik en dan afronden. Een laatste woord? Ja, ik had eigenlijk al mijn laatste woord gezegd. Dus wat mij toch... Oké, dat geen stemadvies is. Je gaat er toch ergens blijkbaar vanuit dat moslims het eens zouden moeten zijn politiek. Ik vind dat helemaal niet het geval. Hè? Dus nee. Mensen, wat ook hun levensbeschouwing is, die kunnen zich verdelen op het politieke spectrum, van links tot rechts. Je kunt perfect neoliberaal zijn als moslim, je kunt perfect socialist zijn, je kunt PvdA zijn, je kunt groen zijn, je kunt nationalist zijn. Perfect, ja. Hè? Je kunt perfect... In Nederland bestaan nu ook de groene moslims. Dus ik zou het een verkeerde uitgangspunt vinden dat er zoiets zou zijn. Want ik ben moslim en dus moet ik voor die partij stemmen. Hè. Nee, inderdaad. Maar dat is de reden. Dat is eigenlijk, kijk, als er moslims zijn die echt zeggen, ik stem, ja, ik ben de jongste, ik wil wel... Het is mijn eerste debat. Het is mijn eerste debat. Ja. Misschien is dat weer verkeerd overkomen, maar kijk, als een moslim vindt zichzelf kan identificeren aan een partij, echt volledig, dan zeg ik stem daarop. Maar vandaag de dag zie ik dat de moslim altijd uit armoede heeft gestemd op links. En daarom zeg ik, denk na over alternatieven. Stem niet uit armoede omdat je denkt van ja, rechts die moet ons niet en links, ja, eigenlijk vertegenwoordigen die ons niet zo goed. Maar ik heb geen andere keus. En dat is ook wat dat zij percipiëren. Ze zeggen van de blanco stem gaat naar de meerderheid. Dat is niet zo. Ik kan u zo de link geven van op de federale overheid. De blanco stem is eigenlijk eerder een stem uit het land. Ik zal het woord nemen. Ik zal mijn eigen mening zeggen. Ik ga ervan uit dat het wij-zij-denken voorbij is wanneer jullie stemmen, zoals de Vlamingen, van links naar rechts en dat iedereen aanvoelt wat zijn eigen keuze is. Goedenavond nog, wel thuis. Bedankt voor de aandacht. APPLAUS